Hallo Cryptocoiners, hartelijk welkom bij het Cryptocoiners Café. Het derde café in april, volgens mij al. Het is 19 april vanavond. We gaan weer live traden. Leuk dat je erbij bent. Het is nu al lekker druk. Het wordt ongetwijfeld nog wat drukker. Er zijn misschien nog wat mensen die in de file staan, mensen die nog aan tafel zitten. Maar wij zijn alvast begonnen. Sterker nog, ik ben al in een trade gestapt. Zojuist op de scannermelding die je boven mij zou kunnen zien. Uh, ik ben in deze munt gestapt, OG versus de Bitcoin. Dit was het moment waarop ik ben ingestapt. Ik zal er even een verticale lijn tekenen. Dus je kunt zien hoe en wat. En we trekken meteen even een paar extra verticale lijnen om 20 uur 29, precies een uur later. Dat is hier. En, maar dan zijn we zeker klaar, 21 uur 29, dat is twee uur later. Dat is goed. Dus goed, dan zijn we dan lang uit deze trade. Um, eerst even wat dingen instellen nog, voordat we zo meteen even naar de chat gaan Start. Zo, dit is het moment waarop ik met de trade ben begonnen. Meteen even wat proberen te verkopen, natuurlijk, als dat lukt. Dit is het moment, trouwens, ik weet niet of ik dat al had ingesteld. Nu wel. Dit is het moment waarop we met deze trade in de winst zitten, als de prijs daarboven komt. Hier zit wat resistance op dit punt erboven. Dus vlak daaronder zetten we in principe een sell-order voor misschien maar het hele bedrag. Dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Kunnen we misschien nog een volgende trade doen? En omdat de breedte van de bolletje Bands ongeveer een procent of twee is. Zelfs iets meer zet ik op 2,10%, 2,2%. Uh, onder uh, de huidige prijs, dat is ongeveer hier, ongeveer daar zo, zet ik een extra bijkooporder. Dus daar komt hij al, 0,0025 bitcoin. Zo, als je het ooit wel eens een keer bij het café geweest bent, dan weet je het. Dit is eigenlijk min of meer gewoon de standaardprocedure. Niet heel erg veel anders, eigenlijk helemaal niks anders dan normaal. Als je geen idee hebt wat ik aan het doen ben op dit ogenblik, hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent in het café. En dan komen we zometeen ongetwijfeld nog even aan toe: aan de, de manier die ik hier gebruik om te traden, deze day trading strategie. Zoals gezegd, um, superleuk dat je erbij bent. Uh, we gaan even naar de live chat. Het is nu al wel weer heel erg druk, zie ik. Er wordt veel gepost. Doe dat alsjeblieft. Helemaal leuk om dat soort dingen te lezen. Wow, nu al een alert. Een melding dat we um, uh, wat prijs betreft in de buurt van de celorde zitten te komen. En ik heb wat vragen gekregen over de manier waarop ik um, uh, omga met cels. Met uh, verkopen van munten in tijden zoals deze. En er zijn zat en uh, ongelooflijk veel... Exit strategie natuurlijk, maar deze is zo makkelijk. Daar hoeven we verder helemaal niks aan te doen natuurlijk. Dit is een uh, easy win. Het gaat helemaal nergens over qua uh, budget, want dit was maar een kwart van het uh, complete budget dat ik had. Dus dit is 0,25, nou, 0,7 staat hier. Dit is netto gedeeld door 4 netto wins, dus 0,17 procent ongeveer. Maar aan de andere kant doe je 6 van dit soort korte trades en je bent klaar voor vandaag. Um, dit was de OG trade die ik net heb gedaan. Uh, de reden dat ik in deze trade ben gestapt. Eigenlijk vlak voordat het café openging om, je ziet het, dat is de laatste melding, 19.29 was deze trade is 100% bullish. Oftewel het marktpaar dat hierbij hoort heeft eigenlijk alleen maar bullish charts of had eigenlijk alleen maar bullish charts op het moment dat ik in deze trade stapte. Zelfs deze chart, ondanks het feit dat de prijs naar beneden ging, alleen het dal was lager, de pieken zijn nog steeds hoger en dit lijkt gewoon opnieuw nog steeds een bullish trend te zijn. Maar ja, helaas, hij ging wat te snel. We waren binnen drie candles uit, drie minuten. Leuk voor de trade, maar niet zo erg leuk om iets van te leren natuurlijk. Eerst wel even alles schoonmaken. Ik heb niks. Ik heb, ik heb wel degelijk wat in de aanbieding staan. Ik heb nog een koopopdracht staan. Die halen we eerst even weg. Altijd netjes schoonmaken. Dan even alle put weg die we niet meer nodig hebben. De alerts kunnen weg. Zo. En dan hebben we deze chart verder ook niet meer nodig. En als je je afvraagt van ja, ben je nou niet te vroeg uitgestapt? De prijs kan toch nog veel verder omhoog. Absoluut, zou kunnen. Maar ik had een heldere exit-strategie voor deze trade. En dat is het dan ook. Je kunt altijd achterover denken van wauw, er had nog veel meer in gezeten. Maar exit is exit. Uh, ben ik trouwens te verstaan? Ik ga er vanuit van wel. Ik zie niemand in de chat, en in ieder geval niet van onze moderator-chat-post, dat ik niet te verstaan. Ben. Dus ik zie alles ook groen uitslaan hier. Dus ik ga er vanuit van wel. Um, moderators, jullie hebben het al gezien, want die zitten druk aan het posten uh, in onze Live Moderator Chat. Uh, hou, die hou ik in de gaten. Uh, misschien dat ik daar af en toe wat vragen uitpak uh, als er te veel of als er te weinig vragen in de gewone chat staan. Maar we gaan eerst even kijken of ik gewoon de zaken kan volgen. Nou, eerst maar even kijken of we nog een tweet kunnen doen. Magic versus de Bitcoin, die kwam net binnen op de scanner zoals je hierboven ziet. Kijk, kijk, kijk. Dit is interessant. Deze munt is al 7% gedaald. Dit lijkt een beetje op het drama van vorige week. Uh, Alpine was dat geloof ik. Uiteindelijk heb ik die trade afgesloten. Ik heb er een klein verlies op gepakt. Op een gegeven moment was ik het echt wel zat. Uh, ik zag andere mensen die een mooie winst hebben gemaakt. Weer een paar anderen hadden ook wat verlies gepakt. Volgens mij was dat trouwens een paper trader. Wat dit betreft, uh, er is niet meteen een reden om nu fanatiek in deze trade te stappen. En dat heeft met name te maken met de breedte van de bolletje bands. Die is niet zo heel spectaculair. 1,2%. Ja, aan de andere kant, als er verder niks komt, uh, de, de trend voor deze markt is verder best wel bullish. De munt is al flink in prijs gedaald. We zouden kunnen kijken, misschien dat we er weer een yo-yo trade uit kunnen halen natuurlijk. Dus ik zet een ladderopdracht. Meteen een disclaimer, voordat ik, nou laat ik eerst het ladderopdracht maar doen. Maar voordat je beslist om mee te gaan doen, doe dat eigenlijk niet. Dit zijn geen trades die bedoeld zijn om normaal gesproken uit te voeren. De kans dat een dergelijke trade niet lukt is best groot, want je ziet dat we zitten echt in een Neerwaartse spiraal op deze bewuste chart. Dus als je al meedoet, kijk dan goed uit en doe dat een heel klein beetje, zodat je in ieder geval niet, als deze trade de verkeerde kant op loopt, te veel verliest. Nou, daar gaan we. Kijken of we kunnen instappen. Dat zal vast wel. Ja, precies. Dat verbaast me niks. De break-even-lijn gaan we even aanpassen. Die staat inderdaad daar. Dus pas als de prijs boven deze paarse lijn uitkomt, beginnen we winst te maken. En ik zet alvast, ik zet nog even geen celorder. Ik zet alleen even een alert. En de reden is ik wil je eigenlijk laten zien dat er allerlei manieren zijn om uit zo'n trade te komen. En ik wil het eigenlijk wel weten als de prijs in de buurt komt van deze weerstand die hier zit op dit punt ongeveer. Deze zone waar nu die oranje bijna rechte lijn staat. Als de prijs daar komt wil ik het graag weten, dus ik zet even een alert. Dat doe ik zo. Price alert, klaar. En ik zet er ook meteen even een aan de onderkant als we moeten gaan bijkopen. Ik zie dat deze hele orde is. Ge nee, er is nog niet helemaal gevuld. De onderste kant nog niet. We zitten maar met een klein beetje in deze trade. We zijn al wel ingestapt. Dat was hier op dit punt. Uh, meteen even een tekstje tikken dat we weten waar we zijn ingestapt. Dit was om 19.35 uur. Dat betekent dat we om 20.35 uur een uur in deze trade zitten. En om 21.35 uur zouden we theoretisch gezien in de trade zitten. Nou, nu is het eigenlijk gewoon even wachten totdat de, of deze uh, buy order hieronder wordt gevuld. Dat is een uh, tegen de biedprijs order. Het zou zomaar kunnen zometeen. Of deze alert gaat, dan weten we dat we kunnen gaan verkopen. Ik wil eigenlijk op een iets andere manier verkopen dan ik meestal doe in het café. Zo, en nu kan ik volgens mij eindelijk even naar de chat. En dat is me goed ook. We zijn weer met 160 mensen hier. Ontzettend leuk dat het café zo druk bezocht wordt. Blijf dat alsjeblieft doen. Het is alleen maar gezellig. Bedankt aan alle moderators die er vanavond zijn. En er komen er ongeveer nog een paar bij. Want ik zag er al één of twee in de file staan volgens mij. Uh, die zorgen ervoor dat het hier ook met name veilig blijft. Want je hebt altijd uh, wel mensen bij zitten. Die proberen om de drukke chat te misbruiken voor hun eigen doelen. En je weet maar nooit of uh, je dat eigenlijk wel wil. Dus bedankt. We gaan uh, even door de chat. Daar gaan we. Ik ben nu om zeven uur beland. George, goedenavond. Aaron S., goedenavond. Is er al meer bekend? Wat is er gebeurd? Ah, bijgekocht. Of de uh, ladderorden. Tot nu toe eigenlijk niks aan de hand. We zitten nu volledig in deze trade. En dat betekent dat we nu wel alvast een plek kunnen bepalen waar we voor de volgende, volgende keer gaan bijkopen. En dat is normaal gesproken kijk je naar de breedte van de bolle bands. 1,2% ongeveer is ongeveer 1,2. Laten we zeggen 1,3% onder de vorige prijs. Dus ongeveer hier zo. Daar zet ik mijn eerste bijkoopopdracht. Voor exact dezelfde hoeveelheid bitcoin als de eerste koopopdracht was. Zo. En als deze wordt gevuld, dan wordt het echt een interessante trade om te volgen. Op dit ogenblik is het dat eigenlijk nog niet. Het is nu eerder saai dan dat je het interessant zou kunnen noemen wat deze trade betreft. Maar ja, we hebben wat ruimte om vervolgens in, het, in de chat te kunnen gaan kijken. Dus Arno Aron die schreef: Goedenavond, is er al meer bekend over de aankomende kortingsactie? Kan ik me bijvoorbeeld al inschrijven voor een priority pass? Succes met de stream! Dankjewel, Aron. Uh, er is in uh, zover meer bekend dat. Eergisteren het definitieve programma is samengesteld van alle clinics die uh, onderdeel worden van de voorjaarsaanbieding. De meeste van die clinics worden gegeven in mei en in juni. Ik geloof dat er één of twee data doorschuiven naar juli trouwens. En uh, er zijn nog geen priority passes beschikbaar. Die zijn er waarschijnlijk uiterlijk aanstaande maandag. Aaron. als je zeker wilt weten dat je geen priority pass mist... Dan wil je, als je dat al niet al lang gedaan hebt, je even inschrijven voor onze nieuwsbrief: www.cryptocornus.nl/slash, wie raadt het al, nieuwsbrief. Daar krijg je per uh, e-mail sowieso een melding als je je voor een priority pass kunt aanmelden. Dus je niet weet wat een priority pass is, en als je niet weet waar we het hier over hebben, volgende week vrijdag op 28 april doen we de Crypto Corners voorjaarsaanbieding. En uh, als je wel eens. Mee hebt gedaan met zo'n aanbieding, weet je hoe ontzettend snel het kan gaan dat we soms gewoon dingen uitverkocht hebben. Het is al een paar keer gebeurd dat we geen scannerlicenties meer hadden, bijvoorbeeld. En om dat nou te voorkomen of om de kans zo groot mogelijk te maken dat je van zo'n aanbieding kunt profiteren, geven we ook priority passes weg. En zo'n priority pass is 100% gratis, 100% vrijblijvend. Je kunt hem aanvragen en als gevolg daarvan heb je vervolgens sneller toegang tot de aanbiedingen, vaak al een uur of langer eerder dan dat uh, gewone mensen zonder Priority Pass bij die aanbieding kunnen. En we hebben het in het verleden meegemaakt dat aanbiedingen op waren toen ze voor uh, het, zeg maar het publiek beschikbaar kwamen. Alles was al uh, ingepikt door Priority Pass houders. Dus als je ook maar even overweegt om iets van crypto coins aan te schaffen op 28 april, wil je zo'n Priority Pass aanvragen. Nu kan dat nog niet. Ik zei het uiterlijk aanstaande maandag. En uh, je kunt je inschrijven voor de Crystal nieuwsbrief. Dan krijg je een e-mailtje. Zo gauw die priority pas er is. Aaron, ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd. Dag Wolter, goedenavond. Cootje, goedenavond. Bedankt, Cootje, uh, voor jouw YouTube-berichtje, waarin je meldde dat ik de verkeerde datum had genoemd voor die, uh, de, aanval, de keiharde aanval op uh, Bitcoin podcast. Dat was niet 28 april, dat moet nog komen. Het was 28 maart. En jij had dat volgens mij gesignaleerd. Dankjewel daarvoor. Dag Catharina, goedenavond. Jack, goedenavond. We zitten er weer klaar voor. Nou is Roy, die had ik al gezien. John, goedenavond. Fabrizio, er ook weer bij, bekende naam. Uh, goedenavond. En dan Stella, goedenavond. Gerard, voor mij ook een bekende naam, goedenavond. Wolter, net pas je podcast geluisterd. Daar had je het erover dat iemand die in de Bitcoin investeert. wel weet hoe de blockchain werkt. Nou, dat was toch wat nieuwe info. Misschien uitleg meenemen in de Starten met de Tweede Clinic. Uh, nee, want het heeft eigenlijk. Oké, okay, wat ik nu ga zeggen klinkt heel raar Volter. Je wilt, naar mijn mening, absoluut iets weten over de techniek achter Bitcoin. Iets weten over de Bitcoin-blockchain. Maar het valt eigenlijk buiten de context van een trading kliniek. En ik heb al veel te vertellen tijdens zo'n start met tweede kliniek. Eigenlijk is er geen ruimte meer voor informatie over die blockchain. Maar in de cursus die ik ga opnemen binnenkort, de vernieuwde versie van de. Beleggen en traden met Bitcoin-cursus. Komt er wel informatie over de blockchain naar buiten? En ik geloof zelfs dat we er een gratis video over hebben, die je in de playlist aantreft. Maar ik heb in de podcast ook al het een en ander verteld. Dus inmiddels ben je natuurlijk op de hoogte. Um, even kijken hoor. Ik zie wat meldingen in de chat komen die niet echt met de chat te maken hebben. Een vriendelijk verzoek om die niet te doen, want ik word daar wel even door afgeleid. Over verbindingen die niet werken en zo. Liever even niet. Um, dan een vraag van Paul van Heesik. Nog twintig minuutjes. Eindelijk een keer live voor mij zonder vaste verplichtingen. Leuk dat je erbij bent, Paul. Uh, ik ken jou van naam en leuk om je een keer nu ook in de chat te zien. Jonas, dag allemaal. Eerste keer voor mij vandaag. Ben benieuwd. Ik ben helemaal, <laughs> ik ben helemaal hyper omdat ik door alle lessen en video's van de afgelopen dagen... vandaag niet werd verrast door de Bitcoin-daling. Kijk, dat moeten we hebben. Super, Jonas. Ontzettend leuk om dit soort dingen te lezen en... Eerlijk is eerlijk, daar doen we het voor. We, ik probeer um, in alle content die ik produceer zoveel mogelijk, ja, zeg maar, zoveel mogelijk kennis over te dragen. Uh, op een manier zodat jij ook in staat bent om bepaalde dingen ja, te voorspellen kun je natuurlijk niet. Maar in ieder geval te verwachten. En Het is super om te zien dat je er dankzij de content die wij maken in uh, bent geslaagd om rustig te blijven toen... De prijs van bitcoin vandaag opeens tankte, zoals dat wordt genoemd, met een paar procenten naar beneden ging. Het is trouwens nog steeds niet hersteld. Dat herstel duurt iets langer eh, dan ik zelf had verwacht. Maar ik ben even, als je vanochtend de podcast hebt gehoord, dan heb je me horen praten over die wolkenkrabber. De cryptocurrency wolkenkrabber, dat is geen officiële indicator, maar het is wel eentje die we bij cryptocurrencies vaak gebruiken. En ik zie dat de prijs bijna in de buurt komt van een verkoopactie. Maar voordat dat zover is, laten we gewoon even staan. Kijk hier, en ik zie hier trouwens geen volume-indicator onder staan, nu wel. Kijk, dit is de Eurochart van Bitcoin en dit is een iets andere versie van de chart, maar wel bijna dezelfde, waar ik het vanochtend over had in de podcast. Toen ik de podcast opnam vanochtend, of eigenlijk vlak voor ik begon op te nemen, zaten we nog gewoon vrolijk hier. Er was niks aan de hand. En ik was bezig volgens mij, of ik startte net de opname. Toen knalde de prijs naar beneden. Of die was net naar beneden geknald, dat was hier al net gebeurd. En toen heb ik al aangegeven, hey, het lijkt erop dat er een wolkenkrabber begint te ontstaan. En een wolkenkrabber, dat is een term die ik ooit een keer ergens heb bedacht, is een lange rode staaf gevolgd door een veel kortere groene, zoals je hier ziet. En dat betekent dat op dit moment, ik zet er even een verticale lijn neer, op dit moment, want deze candle moet dus wel klaar zijn, eh, eigenlijk iets eerder al, op dit moment, op het moment dat deze candle begint, weet je dat je met een wolkenkrabber te maken hebt. En een eigenschap van die wolkenkrabber is dat, als hij compleet is, dus een lange rode staaf gevolgd door een korte groene, is die prijsdaling, die paniekdaling voorbij. Oké, okay, wat dit betreft, nu wordt het interessant. We staan ruim boven de prijs waarop ik zou willen gaan verkopen. Het wordt niet al te grote winst, dit, maar we kunnen gaan verkopen. En dat doe ik ook en ik verkoop gewoon de helft met een op een wat alternatieve manier misschien, met een market order. Dus ik zet een market order voor de helft van de prijs, om in ieder geval gevuld te worden. Je ziet nu die break even lijn enorm naar beneden gaan. Net stond hij nog ruim boven het kooppunt. Nu staat hij eronder. Dat betekent we staan nu in de winst, zoals het heet. En dat betekent dat ik ook deze bijkoopopdracht kan weghalen. Die hebben we niet meer nodig want we gaan niet meer bijkopen in deze trade. Ik loop even achter deze trade aan. Ik ga mee trailen zoals het heet met een limit sell order, een stop limit sell order, ik zeg het verkeerd. Een stop limit sell order. Oh ja, deze hebben we ook niet meer nodig die alert. die kan ook weg. En ik zet de stop vlak onder de open. Deze candle hier, de een na laatste candle. Van de vorige candle. Dus daar staat hij vlak onder. De celopdrachten bij. We verkopen alles. En nu gaan we gewoon met de prijs mee trailen. Oftewel, we spelen nu met gratis geld. We hebben immers al wat winst gepakt. Het gaat niet om heel erg veel, nogmaals, want we zitten maar met een kwart in de trade op dit ogenblik. Maar we gaan eens kijken of we er nog wat meer uit kunnen halen. En kijk, daar komt de volgende candle. Die is nu ook al klaar. Er zijn nu alweer een nieuwe. En dat betekent dat ik nu de stop zelfs nog wat hoger zet. Eigenlijk bijna op het niveau waar we zojuist het eerste gedeelte hebben verkocht. Nou, als het lukt om nog een beetje de prijs te laten doorstijgen, daar lijkt het wel op. Want kijk, de signaallijn gaat sterk omhoog. We zijn nog steeds over overbod, maar er is nog geen signaal. Die gele lijn staat nog niet hier in het midden. Dat het voorbij is. Het lijkt erop dat het nog even doorgaat. Nou, als we deze candle ook nog afkrijgen zo meteen, dan kunnen we de stop nog eens hoger schuiven. En dan hebben we in ieder geval niet minder verdiend dan we zouden hebben verdiend als we meteen voor alles een celorde hadden geplaatst. Heel benieuwd of het lukt. Even een slok uh, ijskoffie. Um, ik wacht dit even af, een seconde of tien, voordat ik zo meteen naar mijn chat ga. Je weet immers maar nooit. Lijkt erop dat het... Ah, uh, er wordt krap, het wordt krap, het wordt krap. Nou, kijken of het toch nog lukt. Ehm... Um, ja, zo te zien is het in ieder gelukt. Nou hangt het met name van de volgende kabel af, wat die doet. Wordt die groen? Gaat die door naar boven? Dan kunnen we nog een beetje opschuiven. Even wachten tot het ook echt gebeurt. Ah, weet je wat? We schuiven een beetje door. Zo, nu weet ik in ieder geval zeker dat ik met deze trail uiteindelijk eh, eh, net zoveel winst maak als dat ik hem niet zou hebben gedaan. Dus dit is cool. Niet alleen spelen we nu met gratis geld. We kunnen deze trade niet meer verliezen. We staan sowieso in de winst. Maar het zou met de tweede helft, die we in de verkoop doen, zelfs nog wel eens een stuk interessanter kunnen zijn. En ik laat deze gewoon even lopen. Ik zet even een timertje voor mezelf op een minuutje of drie. Tot die tijd kijk ik er eigenlijk niet naar of nauwelijks. Kan ik me even op de chat concentreren. En straks gaan we even meetrailen. Die bolletje bands heb ik trouwens nu ook niet meer nodig. Die zet ik uit. In plaats daarvan zet ik even de Keltner Channels aan. En wat ik nu ga doen is kijken of we daadwerkelijk nog in slagen. Je weet maar nooit. Om in de Keltner Channels terecht te komen met de prijs. Dan zou ik zelfs met de ATR kunnen meetrailen. Als je weet wat het is. De average through range. Als je niet weet wat het is, niet zo heel spannend. Tweede betekent eigenlijk gewoon dat je met de prijs meeloopt. En dat betekent het volgende: deze stopopdracht, in feite betekent dat, dit is de drempel, vanaf hier moet je gaan verkopen. Dus deze stopopdracht wordt pas uitgevoerd als de prijs daalt. Dat betekent dat ook dat deze stopopdracht alleen maar omhoog gaat. Ik zal deze nooit naar beneden halen: never. Hooguit mee naar boven met de prijs mee. Want als je hem naar beneden haalt, ja, waarom zou je dat doen? Dan verdien je uiteindelijk minder dan dat je zou hebben verdiend als je gewoon rustig had gewacht. Dus we laten hem rustig staan. Misschien dat we hem straks hier in de Keltner Channels kunnen krijgen. Daar begint het wel op te lijken. We zouden ook de Parabolic Stop and Reverse nog even kunnen aanzetten. Daar zit hij nu ook nog onder. Die is trouwens niet nodig, want die staat al in de Keltner Channels. Dus die kan weer weg. Even rustig afwachten. Timer loopt. Kan ik mooi even naar de chat. Uh, zoals zegt Jonas, leuk dat je erbij was en leuk dat je niet werd verrast. Dag Marco, Patrick, Bitson. Goedenavond, ik zit er klaar voor, zei hij om kwart over zeven. Ik loop dus nu al ongeveer een half uur achter op de chat, zie ik. Um, even kijken hoor. Leuk, hallo, uh, blij, zegt Carlo. Uh, blij er terug eens bij te kunnen zijn. Oké, okay, leuk dat je er weer bent, leuk dat je de tijd hebt gevonden. Dag Charles, Bessel, Bobby, Rudy. Hallo allemaal, weer fijn erbij te zijn. Superleuk, het is, uh, het is lekker druk, bijna 200 mensen hier vanavond. Maar als je hier nieuw bent of als je nog uh, niet zoveel ervaring hebt op het gebied van Bitcoin en crypto en traden en zo, en je hebt vragen, laat je niet gek maken door de enorme uh, hoeveelheid chats die worden gepost. Stel gewoon je vraag. Er zijn, twee mogelijk, er zijn drie mogelijkheden. Mogelijkheid 1, je vraag wordt niet beantwoord. De kans is heel klein. Mogelijkheid 2, een van de moderators pakt je vraag op en geeft je antwoord. En of mogelijkheid 3, ik pak je vraag ook nog even op en geef je antwoord. Dus je hebt niks te verliezen en ik zou daar gewoon echt schaamteloos misbruik van maken. Zo gauw je een vraag hebt die gaat over Bitcoin, crypto of een van onze podcasts of andere content. Of iets wat er ook maar een beetje mee te maken heeft. Stel die vraag gewoon. We geven je met alle plezier antwoord. Ook als je denkt van ah, die vraag is vast al zo vaak gesteld. Die willen ze niet nog een keer beantwoorden. Daar hoef je je absoluut geen zorgen over te maken. Um, Janet Redding, goedenavond. Bekend ook. Erkolen, hallo. Kreukie, goedenavond weer. Ik heb er weer zin in. En Joop zegt wow, goedenavond vanuit Bangkok. Vijf uurtjes later. Ja, ik wil zeggen, daar is het inmiddels al middernacht geweest. Uh, maar altijd een moeite waard. Joop. Ontzettend leuk dat je er vanuit Bangkok helemaal bij bent. Uh, we hebben mensen die zitten soms nog veel verder weg dan dat. Maar dit is wel heel erg cool om toch iemand vanuit de, uh, zo ver weg erbij te hebben. En zeker in een tijdzone waarin het voor jou gewoon echt super laat is. Leuk. Je krijgt trouwens een uh, timermelding, dat betekent dat die paar minuten voorbij zijn. En je ziet er is eigenlijk niks gebeurd. Je zou kunnen zeggen: we hebben een nieuwe high hier op dit punt. En we gaan nu op weg naar een nieuwe trough. Dit is de nieuwe piek, dan gaan we op weg naar een nieuwe trough. En technisch betekent dat dat we waarschijnlijk binnen nu en een paar seconden zullen worden uitgestopt. Kan haast niet anders. Zullen dus we zien dat de prijs zo meteen enorm stijgt? Maar dat zou me echt verbazen. Ik denk dat de prijs zo meteen die blauwe lijn raakt, die stop raakt, en dan is het gewoon wegwezen. Klaar met de trade. Bangkok, wauw. Dag Cedar, kijk eens aan. Goedenavond. Cedar heeft eigenlijk geen tijd om hierbij te zijn. Cedar. Want Cedar is een van de sterren in onze samen traden Discord-kanaal. Of uh, um, Discord-server. Uh, want Cedar is heel vaak te vinden in een van onze trading rooms. Waar hij live met een aantal andere mensen aan het traden is. En als je dat een keer wilt zien. Je bent er nog geen lid van. Ergens daarboven zie je het al staan. wwwcryptocodesnl Slash samen traden. Dat is onze Discord server. Super druk al. Er zijn honderden mensen. Ik geloof bijna duizend mensen hebben zich al aangemeld. En vele honderden hebben zich ook al voorgesteld. En hebben dus toegang tot al die kanalen daar. En kunnen meekijken met mensen als Cedar. Die daar gewoon live aan het traden zijn. Heel vaak. Dus eigenlijk... Het komt zelden of nooit voor dat er niet wordt gehandeld. Ook op tijdstippen midden in de nacht zijn er eigenlijk altijd wel mensen in een trading room te vinden. En overdag kan het echt enorm hard gaan. Ik heb laatst laatste keer 25 mensen geteld in één trading room. Fantastisch om dat te zien natuurlijk. En daar leer je waanzinnig veel van. Dus ik kan je echt met klem aanraden. Als je nog geen lid bent van die Discord-server, word dat. Het is helemaal gratis. En je krijgt alleen maar waardevolle informatie. En um, ik je gewoon eens dus aan om dat te doen. Dan hebben wij. Uh, even kijken, die had ik al gehad. Kees, goedenavond iedereen. Net als Jonas, zegt Kees F. Ook voor mij de eerste keer aanwezig hier bij het café. Ik volg de podcast dagelijks en ik weet dus dat ik nog zeer veel te leren heb. Kees, alleen al het feit dat je hier bent vanavond, super. Welkom. Uh, heb, ik zei het net ook al tegen de hele groep, maar ik zeg het nu nog eens een keertje extra tegen jou. Als je vragen hebt die je eigenlijk gewoon wilt stellen, ook al zijn ze misschien voor jouw gevoel. Echte categorie beginnen. Stel gewoon die vragen. Je krijgt absoluut antwoord. En leuk dat je A, de tijd hebt genomen om langs te komen in het café. En B, de tijd hebt genomen om je even voor te stellen. Super dit. En leuk dat je de podcast luistert overigens. Dat zouden meer mensen moeten doen. Nee, er wordt gelukkig best wel heel veel naar de podcast geluisterd. Uh, we doen het vier keer per week, zoals je misschien weet. De link staat ook wel ergens in beeld, denk ik. Nu, ja, die scrolt af en onderin voorbij. Uh, we doen vier podcasts per week. Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag is in principe niet. Tenzij er iets heel 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 bijzonders gebeurt, dan waag uh, uh, ik er vrijdags ook wel eens een podcast aflevering aan. Maar we praten in die podcast eigenlijk over het laatste nieuws uh, van cryptocurrency zelf, maar ook wat wij extern nieuws noemen, crypto nieuws van buiten. We kijken ook naar Wall Street en uh, naar mijn mening wil je absoluut de financiële markten betrekken bij een goede analyse van crypto prijzen. Nu in ieder geval nog wel. Misschien verandert dat ooit een keer, maar op dit ogenblik daar zijn we uitgestopt. Op dit ogenblik is dat gewoon nog actueel. En um, uh, we hebben daarnaast ook vaak nog tijd voor vragen die zijn gesteld. Af en toe een rand tussendoor. Meer dan genoeg te doen. Hoe zit het met meldingen? Doge kwam net binnen huppelen, maar een bearish chartrend. Uh, bond kwam bij. Kijk, dit is ook interessant. Bond kwam voorbij in ongeveer 10 minuten geleden. In een bearish trend. We kunnen wel even kijken. Dit zou dus normaal gesproken als je de vernieuwde crypto -coin strategie volgt, nooit een munt zijn waar je op zou instappen. Uh, sowieso zou ik hier niet snel op instappen. Uh, los van de trend, die natuurlijk niet al te gunstig is. De, het volume is gewoon niet zo heel hoog. Er is, maar 61 bitcoin. er is maar voor 61 bitcoin verhandeld de afgelopen dag. En dat is eigenlijk een beetje te weinig. Je ziet hier af en toe ook al wat platte candles lopen met geen volume. Met geen volume. Zonder volume. Kijk bijvoorbeeld maar eens: dit is de minutenchart. Kijk maar eens naar de candle van 19.11 uur 11 vanavond. Dus een half uurtje, 40 minuten geleden. Als je hier ziet, zie je de candle op zijn. Dat betekent dat de open en de close en de high en de low volledig gelijk zijn gebleven. Maar kijk ook even naar dat laatste getal wat je hier ziet. Uh, het volume, dat is gewoon een nul. De, uh, dit is hem trouwens niet. Dit was hem, uh, welke was het nou? 19 was het? Uh, 1911. Uh, dit is hem, ja. Er is gewoon niet gehandeld. Je ziet het trouwens ook onderin. Als je kijkt hier bij volume, zie je hier nul staan. Oftewel, geen handel. Dat betekent geen interesse om te traden in deze munt. Nauwelijks eigenlijk. En dat is een teken aan de Als je dan toch in zo'n trade stapt, is de kans eigenlijk gewoon te groot dat je terechtkomt in een, een trade die in slaap valt. Er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Dus ook al zouden we hier best een leuke winst hebben gepakt, ik weet niet hoeveel bandbreedte we hebben, ja, zo dus snel 1% hebben gepakt. Vaak is zoiets toch wel vragen om problemen. Dit valt voor mij in de categorie gokken. Misschien niet aan beginnen als er meer dan genoeg andere meldingen zijn. Dus dat was Bond, die voeren we even af. Ik zie nog een eerdere melding, die was wel zwaar is trouwens. Dat is deze, maar dat was 11 minuten geleden. Waarschijnlijk kunnen we daar niks mee. Nee, die, kijk, wel weer min of meer hetzelfde verhaal. Kijk, veel slapende candles. Ook hier, let op het volume. Als je kijkt naar die platte candles en kijkt naar het getal wat er achter het volume staat. Dan zie je dat in sommige, getallen, gevallen, gevallen. In sommige gevallen het gewoon nul is. Oftewel, er werd dan gewoon niet gehandeld. Nu kun je zeggen, nou, je kunt toch een mooie trade doen. Moet je eens kijken hoe snel de prijs is gestegen. Absoluut. Maar de kans is groot dat je niet wordt gevuld, dat je orde niet eens wordt gepakt. En de kans is groot dat je hier ook niet uh, je munten weer kunt verkopen. Is gewoon te weinig. Kijk maar hoe weinig er zit. Te weinig volume op dit ogenblik op dit muntpaar. Dus ook die wil je laten lopen. Het zakt allemaal een beetje in elkaar op dit ogenblik. Nou, dan hopen we dat er zo meteen nog een muntpaar uh, beschikbaar komt. De scanner is nu even bezig met het opnieuw laden van de charts. Dat doet hij eens in de zoveel tijd. En dat betekent dat we even gewoon rustig afwachten. En dat geeft mij mooi even de kans om door de chat heen te lopen. Kees, leuk dat je erbij was. Ik had het al gezegd. HVDG, er is je weer. Goedenavond. Nicolai, goedenavond vanuit de wagen. Onderweg naar Nederland. Morgen sales meeting. En nu rustig naar het café luisteren. Favoriete bezigheid als ik onderweg ben. Dank voor de overvloedige content. Graag gedaan, Nicolai. Leuk dat je er tevreden mee bent. Dag Jan, goedenavond. Even flink doorscrollen. Ik ben nu op. Een half uur achterstand, 7 uur 25. Jan, goedenavond. Crypto Sven, goedenavond. Rini, goedenavond. Tessa, Arno, goedenavond. Vraagje. Ik handel met Bitcoin en de USDT. Dat is een stablecoin, een, een digitale versie van de dollar. Na het tweede wissel ik de USDT om naar Ether, een andere munt, in de hoop daar koerswinst mee te halen via convert. Is dat slim of niet? Oei, uh, Arno. Dat, um, het is niet zo heel makkelijk om een simpel antwoord op zo'n vraag te geven. Het komt eigenlijk op het volgende neer: hoe ziet de trend eruit van Ether versus de dollar? Laten we die chart er maar even bij pakken. Dit is Bitcoin versus de dollar. Ik ga even alles weghalen wat daar nu is. Of eigenlijk deze lijn kan weg. Die hebben we niet meer nodig. Ik ga even naar Ether versus de dollar. En ik doe dat even op bitstamp. Daar hebben we hem. Ik pak even de urenchart erbij. Uh, nee, laat maar eens de dagtaart erbij pakken. Dan hebben we iets meer aan als het om dit verhaal gaat. En ik zal even die MA-lijnen uitzetten, dat we daar niet door worden afgeleid. En ik kijk puur even naar de pieken en de dalen. Oftewel, <kuggen> sorry, ik kijk naar de trend van dit muntpaar, Ether versus de dollar, op basis van pieken en dalen. De Dow-theorie, uh, de, de theorie van Charles Dow, die ik ook in de podcast gebruik. Geberg. Nou, als je hiernaar kijkt, en als ik een maand terugkijk, we zitten hier op uh, 10 maart ongeveer. Dan zie je dat we op 10 maart een, de laatste, zeg maar, extreme low te pakken hebben. En sindsdien zitten we eigenlijk gewoon in een stijging. Die stijging is tot daar gegaan. Op dit moment is er sprake van een retracement, zoals dat heet. Een kleine pas op de plaats. Maar de prijs heeft zich eigenlijk vanaf uh, een maandje geleden, rond de, de tiende, vanaf hier ontwikkeld tot daar. En je zou kunnen zeggen, de trend op deze chart, ondanks het feit dat we nu een prijsdaling zien, maar die heeft alles te maken met... Uh, het verhaal wat, uh, van Intel dat eerder vandaag werd gepost, de, de, de kleine dump die als gevolg daarvan kwam. De trend op deze chart is bullish. Dat betekent het volgende. Als jij aan het traden gaat, Arno, met dollars, is de kans groot dat je misschien beter niet had kunnen traden. Want je krijgt er aan het eind van je tradingdag waarschijnlijk minder ITER voor terug dan uh, uh, als je aan het begin van de tradingdag meteen ITER had gekocht. En dat is eigenlijk, kijk, vandaag is een uitzondering, maar ja, deze dump die had ook niet kunnen gebeuren. Maar je snapt waarschijnlijk wat ik bedoel. Stel je voor, um, laten we even van uur tot uur kijken. Laten we bijvoorbeeld gisteren of eergisteren erbij pakken en we kijken even naar de urenchart. Um, vrijdag hier, dit punt, maandag 17, dit is een mooi voorbeeld. Stel je voor, de prijs van Ether, in dollars uitgedrukt, is gestegen met 3%. Vanaf dit moment, uh, dinsdagochtend vroeg, laten we zeggen hier zo'n uurtje op 6%, Iets minder dan 3% van dinsdagochtend 6 uur stond de prijs hier. Even wat dingen weghalen. Zo, oh, dat was de verkeerde. Uh, ik wil even naar die urenchart toe. Het is een mooi voorbeeld, kan ik je eigenlijk niet laten zien. Dan dit, dus ik haal dit ding even weg. Zo, daar gaat hij. Dinsdagochtend om 6 uur, dat was hier zo, stond de prijs ongeveer hier. Dit is dus het moment waarop jij, zeg maar, besluit te gaan traden. En aan het eind van de dag ben je klaar, uurtje, of laten we zeggen, misschien begin van de middag... Uurtje of twee mee. Klaar, de meeste traders traden ochtends. Het is allemaal een beetje hypothetisch natuurlijk. Maar kijk wat er is gebeurd. Zelfs als je zou gaan doortraden, dan zou je een hele lange twee dag hebben gehad. In dit geval, als jij ochtends zou zijn begonnen met traden. En je zou s middels om 1, 2 uur zijn gestopt. Dan moet je minimaal, en je hebt het met dollars getraden. Dan moet je minimaal 1,8% winst maken op alle dollars die je hebt. Anders had je beter meteen Ether kunnen kopen. Snap je? Dus dat, jouw strategie werkt eigenlijk alleen in bearish markten. Kijk, als je dezelfde stunt vandaag zou hebben uitgehaald, heb je natuurlijk goed geboerd. Want je zou hier met dollars zijn gaan traden. Laten we zeggen dat je 1 of 2% winst maakt. Daar koop je veel meer Ether voor terug dan uh, als, je, als de prijs zou zijn gestegen. Dus dit is gewoon gunstig. Maar let goed op de globale trend. Desnoods op de urenchart of de 4-urenchart, in dit soort scenario's wil je niet zitten. Want hoe goed je ook trade, de hoeveelheid ether die je ervoor terug kan kopen wordt eigenlijk steeds minder. Dus dat is dan niet wat je wilt. Um, ik hoop dat ik vraag zo goed beantwoord heb, Arno. Zo niet, ik stel er gewoon nog even een. Uh, Gerrit René, ik hier hierna misschien wat namen over, want het worden er nu wel... Oh, en toen scrollde het opeens weer. Het worden er nu opeens wel een beetje heel erg veel. Even kijken hoor, waar was ik ongeveer gebleven? Ik denk ongeveer hier. Um, net op tijd een groet uit Wrocław, dat is volgens mij um, Polen. Ah, dat is Maurice, die er gisteravond ook bij was tijdens een terugkomstsessie. Als je gisteravond niet bij de terugkomstsessie was, de bonus terugkomstsessie van de Live Clinic Zeker traden met Bitcoin. De videoopname daarvan is al beschikbaar. Die vind je inmiddels al op je persoonlijke clinicpagina. Dag Maurice. Uh, Mario, Anita, goedenavond. Uh, Anki, goedenavond. Best lastig tweede deze maand. Oké, okay, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar ik kan me voorstellen dat je... Het hangt een beetje van af van de strategie die je gebruikt natuurlijk. Maar je kan me voorstellen dat een aantal tweeders hier zeggen... Van, nou, wat bedoel je? Het valt eigenlijk best wel mee. Ik hou eigenlijk als, uh, als een soort indicator het rapportcijfer in de gaten. Het crypto-rapportcijfer. En dat is al een aantal dagen lang relatief stabiel. Het is al een aantal dagen lang een zes dus. Het valt op zich eigenlijk wel mee, naar mijn mening. Maar ja, je kunt natuurlijk een beetje afhankelijk van de strategie die je gebruikt, misschien pech hebben. Uh, Tjerk, die zegt: Als je niet wilt jojo yo omdat dit veel tijd kost, zou je dan na je bijkoop van 50% het beste direct een OCO kunnen zetten? Ja, bijvoorbeeld, dat zou je kunnen doen. Ja, je zou ook kunnen. Ja, exact, dat zou je kunnen doen. Uh, je wilt dan overigens wel, uh, en dit gaat misschien iets uh, voorbij de. Context van het Cryptocurrency Café. Maar als je in zo'n uh, tradingstrategie duikt, als je dus zegt van nou, mijn strategie is kopen met 25%, bijkopen met 25%, nog een keer bijkopen met 50%, dan wil je, als je niet gaat yo -yo ...wil je misschien een paar dingen anders doen. Om te beginnen wil je heel goed kijken waar op het moment dat jij gaat bijkopen, ongeveer de break-even lijn uitkomt. Dat is simpel. Want je hebt die break-even lijn staan. Stel je voor, hij staat bijvoorbeeld hier, ik noem maar even wat. Hier is een slecht voorbeeld. Hij staat bijvoorbeeld hier. Oh, sorry. Hij staat bijvoorbeeld hier, daar zo. Ja, gaat bijkopen, dat doe je ongeveer hier. Dan weet je dat je break even lijn uiteindelijk ongeveer op de helft daarvan zal landen. Dus daar. Dan wil je wel even kijken. dat kun je van tevoren al bepalen? Waar de eerstvolgende resistance zit, de weerstand, en waar de eerstvolgende support zit. En dan wil je wel even rekening houden met dingen als reward-risk-ratio. Maar eigenlijk nog belangrijker dan dat is het volgende. Als je besluit om niet te gaan yo-yoen, maar je wilt wel voor de laatste keer bijkopen, doe dat dan als de min of meer de trend is omgekeerd. Waarschijnlijk zit je op die bewuste chart in een bearish trend. Niet voor niks dat je hebt bijgekocht. De prijs blijft dalen. Wacht op een trend reversal. Wacht bijvoorbeeld op misschien wel gewoon nieuwe pieken en dalen die hoger zijn. En wacht desnoods op in ieder geval een parabolic stop en reverse, waarvan de plusjes opeens onder de prijs komen te staan in plaats van daarboven. Omdat het eigenlijk je laatste kans is, daarna ga je verder niet mee jojoen, Wil je waarschijnlijk niet gewoon blind bijkopen met 50%? Wacht op die trend reversal. Volgens mij heeft k van dat ook wel een keer toegepast uh, in een van zijn clubhuissessies. Uh, Ik weet niet helemaal zeker of dat zo is, maar we hebben het er wel eens over gehad. Wacht op die trend reversal en koop dan pas voor de laatste keer bij. Je koopt dan in feite bij in een uptrend. Je koopt bij in een bullish scenario in plaats van in een bearish scenario. En de kans op verdere prijsstijging is dan natuurlijk dan groot. Ik zou je dan wel aanraden, pak een beetje zoals je mij net zag doen in de vorige trade. Pak zo snel mogelijk je winst. Dat is het laatste wat ik je nog wil meegeven. Um, Marco... Even als reminder, hoe zoek ik de bullish trend op zonder scanner? Dit wordt al gedaan door op 12, 6, 4 en 1 uur te kijken. Ja, kun je zelf bepalen. Wat ik doe, en we hebben toch niks te doen nu. We kunnen dat leven door. Uh, er is geen melding op dit ogenblik, dus ik kan je nog wel een keer laten zien. Er zijn tige manieren om dit te doen. Maar ik zal laten zien wat een mooie vuistregel is om dit soort dingen op te pakken. Dus stel je voor, je gebruikt geen scanner en dat kan ik me goed voorstellen. Sterker nog, ik raad eigenlijk iedereen aan om ook gewoon zonder CryptoCoin Scanner te leren traden, zoals dus je nog niet kunt traden. Kijk, die scanner is super makkelijk. Dat ding scant voortdurend alle charts voor je af op alle intervallen. Hij bekijkt er echt tienduizenden per minuut. Ja, daar kunnen wij niet tegenop. Dus de kans dat hij een signaal ziet en jij niet, is best aanwezig, omdat je gewoon nog niet bij die chart bent. Die scanner bladert gewoon voortdurend door al die charts. Maar vroeger was er geen scanner, dus je kunt ook zonder scanner traden. Het belangrijkste is dat je een tradingstrategie hebt. En de tweede strategie die de scanner gebruikt is een oversold overbought strategie, een price action strategie. En laat in principe dus de trends los liggen. Uh, links liggen. Maar de vernieuwde cryptocoin strategie maakt wel degelijk gebruik van trends. Vandaar dat je bij de cryptocoin scanner ook trenddetails aan kunt tikken, wat ik ook doe. En dan zie je bij elke melding die markttrend staat, Zoals bijvoorbeeld hieronder bij de bond melding die net kwam. Nou, als je niet al te veel risico wilt lopen, elke trade is natuurlijk een risico, maar als je het risico zoveel mogelijk wilt beperken, wil je misschien alleen maar instappen op munten met een bullish trend. Dan is de kans op dalingen gewoon wat kleiner. Het kan nog steeds gebeuren, dat hebben we van de week in de Telegram groep gezien. Iemand stapte in op een 100% bullish chart en de munt ging onderuit. Ja, dat kan gewoon gebeuren. Het is absoluut niet zeker. Een scanner kan niet in de toekomst kijken... En jij kunt het ook niet als je die charts pakt. Dus dat soort dingen kan altijd nog gebeuren. Het gaat alleen om de kans dat het gebeurt. Die is gewoon een stuk kleiner. Maar stel dat je nou geen scanner hebt. Dan wil je eerst eigenlijk een filter maken. Je wilt alleen maar de charts gaan bekijken met een bepaalde trend. Namelijk een bullish trend op een aantal intervallen. En dit is een manier om het te doen. Er zijn allerlei andere manieren, maar dit is een manier om het te doen. Hij is niet zo precies als de scanner. Ik laat die melding lopen. Oké, okay? Chillis komt nu net binnen. We uh, kunnen even kijken, want uh, het liefst wil ik je dat gewoon even laten zien. Want volgens mij heb je daar meer aan dan dat ik. In, ja, dit is sowieso een kansloze trade. Kijk maar, heel veel uh, nul volume candles alweer. Uh, de zaak valt nu wat in slaap. Dus ik ga deze trade niet eens doen. Ik laat de scanner gewoon doorlopen, maar ik denk niet dat ik ga reageren op de meldingen nu. Dit is best kans op een drama. Dat gaan we niet doen. We gaan deze tijd zinvoller besteden. En dat betekent dat ik even aan de rechterkant uh, wat meer ruimte maak. En aan de linkerkant wat ruimte terughaal. En we gaan even, de alerts zijn klaar. Die kan ik weghalen. Deze kan ook weg. Dat is nog van vorige week volgens mij. We gaan even naar de hotlist. Dat is deze lijst. En ik sorteer even alle munten op volume aflopend. Zo, dat is zo gedaan. Dat is dezelfde manier die ik overigens gebruik om... Voor de podcast, altijd even kijken of er wel of niet de tweede valt. Ik kijk eigenlijk naar het aantal schermen met uh, minimaal 50 bitcoin handelsvolume. Nou, dit is het eerste scherm, dat gaat tot en met WBTC. Dus ik scroll even naar boven: WBTC, daar is het gebeurd zo. Tweede scherm staat ook alles nog boven de 50, dus we hebben al twee schermen te pakken nu. En als ik vet nog even doorloop, dat gaat tot en met hier, dan zie je dat we het derde scherm niet meer halen. We hebben nog drie charts op het derde scherm. En dat laat zien dat het beter is dan vorige week. Maar echt veel volatil volatiliteit is er niet. Nou, jij weet ook al, we kijken hooguit de twee schermen af. Want we willen eigenlijk alleen maar muntenparen zien met een handelsvolume van 50 plus. Je zou zelfs in het huidige scenario kunnen zeggen, we doen alleen muntenparen met een handelsvolume van meer dan 100 bitcoin. Dat beslis je eigenlijk uiteindelijk helemaal zelf. We gaan uh, even wat uh, doen hier. We gaan even naar de dag chart of naar de dagintervallen toe. Dat zijn deze. Nu heb ik een dagchart te pakken. Ik zet dit allemaal even. Ik reset het even. Ik haal de bolletje bands even weg. Die leiden eigenlijk alleen maar af. Uh, ik heb eigenlijk ook stoch niet nodig en MACD. Ik wil gewoon uh, alleen de chart zien. En op basis van de chart ga ik gewoon bepalen. Zitten we in een bullish of in een bearish trend? Er is nog een ander trucje dat je kunt toepassen. Doe het dan op alle charts. Om te voorkomen dat je de ene keer met appels kijkt, met appels meet en de volgende keer met peren. Dat is, zet geen candlesticks aan, maar zet lijnen aan. Dan zie je de trend vaak iets beter. Als je gaat traden, zeker natuurlijk weer terug. Maar oké, okay. nou dan gaan we. We gaan nu op zoek op de dagcharts. Naar alle charts met een handelsvolume groter dan 100 bitcoin in de afgelopen 24 uur. En een positieve trend. Een opwaartse trend. En daar zijn we niet al te kritisch in. We gaan niet kijken van nou ja, dit is eigenlijk een downtrend. Hoewel de nu even. Een, een, een prijsbeweging naar boven gaat. Nee, technisch gezien is de trend nu bullish op deze chart, want we hebben een hogere piek dan de vorige en een hoger dal dan de vorige. Dus Ether mag blijven. En dat betekent dat we een favoriet maken. Ik kijk eerst even of we al favoriete munten hebben. Die halen we allemaal even weg. Dus dit gaat allemaal uit. We beginnen met een schone lijn. En dit wordt onze toolkit waar we vandaag mee gaan traden. Nogmaals, als je dus geen scanner gebruikt. Nou, dan gaan we met Ether. Ether wordt dus favoriet, want de dagchart op dit ogenblik is bullish. We gaan eerst alle dagcharts af. En daarna gaan we nog een aantal andere charts af, voor dezelfde muntparen, maar een ander interval. Maar dat is veel minder werk. Deze eerste ronde duurt het langst. En ik zeg er ook bij, ik raad je echt aan om het ook gewoon zo te doen. Je leert er ontzettend veel van en in het begin gaat dit best wel langzaam. En dan begin je te twijfelen. Bij twijfel gewoon niet doen. Haal je die chart er gewoon uit. Maar dit doe je op een gegeven moment binnen een minuutje of twee of zo. Je, je racht echt in twee minuten tijd door die charts heen. Dat gaat zo snel. Maar het kost tijd. Je moet het eerst leren. Gewoon puur ervaring. Dan gaan we naar Ripple. De ripple chart die is bearish op dit ogenblik. In ieder geval deze chart, de dagchart. Kijk, je ziet steeds lagere pieken lagere. Nou, hoewel, kijk, als je, heel, als je heel eerlijk kijkt, zou je kunnen zeggen. Nou, Nu piek is hoger, uh, uh, dal is hoger dan het vorige. Piek is hoger dan de vorige. Nu is het dal. Lager dan het vorige, maar we hebben nog steeds te maken met een opwaartse trend. Ik kan me goed voorstellen dat ik je zeg van, Deze chart is technisch gezien nu bullish. Maar ja, als ik naar mijn eigen interpretatie hiervan kijk, moet ik toch eerlijk zijn: Ik zie dit als een bearish-prijsbeweging. Dus ik spreek mezelf een beetje tegen. Als ik heel eerlijk ben, hier, Ether, ja, deze is bullish. Deze laat ik gewoon staan: bullish. Ether, of uh, uh, Ripple, nee, toch wel bearish. Dus deze gaat niet mee, die ga ik niet favoriet maken. Dan pakken we Doos erbij. Uh, hetzelfde verhaal eigenlijk. Kijk, een bullish in een, dit is een bearish trend, heel duidelijk, tot hier. Dan de trend, uh, ontwikkelt de trend zich in bullish. Dat duurt niet al te lang. Daarna krijgen we weer een dalend trend. En nu is hij weer stijgend. Dit is een klassiek geval, ik je twijfel. En bij twijfel gewoon niet doen. Gewoon lekker laten lopen. Technisch is deze chart bullish, maar laat hem gewoon, ik laat hem gewoon lopen in dit geval. Doos was dat. Dan gaan we naar BNB. Hoe ziet die eruit? Die is bearish. Dan gaan we naar Solana. Hoe ziet die eruit? Die is bullish. Kijk, hogere pieken, hogere dalen op dit ogenblik. We komen wel in een downtrend, maar er is best wel wat beweging. Het is behoorlijk subjectief wat ik nu doe, maar deze maak ik bullish. Dan gaan we naar Rb? Ah, kijk eens aan. Deze is te nieuw. Deze chart bestaat nog niet zo lang, uh, sinds 23 maart. De scanner geeft je de melding niet eens, want de scanner zegt ja, als ik zo weinig data heb, dan kan ik er niet van uitgaan dat de analyses die ik maak kloppen. Dus de scanner zou hem niet eens geven. De chart is overigens bearish geworden inmiddels, dus. Die zijn we sowieso kwijt. Kijken we verder niet meer naar. Matic. Berries. Nou, er is niet zo heel veel te melden op dit ogenblik op het dagchart. Cardano. Die is bullish. Kijk, alles gaat omhoog op dit ogenblik. ADA heet dat ding. Dus die maken we favoriet. En dan pakken we LTC. Dat is de Litecoin. Uh, dat is een interessante. Die is nu Berries geworden. Kijk, lagere pieken, lagere dalen. Nu weliswaar een hogere piek. Maar in feite zie in een Berries trend. Dus die laten we ook lopen. Die gaat ook niet mee. Dan gaan we naar LINK. Chainlink is dat. Uh, die, ja, berries. Kijk, dit gaat naar beneden. We hebben nu één hogere piek, maar nog geen hoger dal. Deze chart is berries. We gaan er dus niet al te veel vinden, denk ik. Uh, daar is Link, FTM. Uh, die is bullish. Uh, kijk, het loopt langzaam, maar zeker loopt nog We hebben deze trade gedaan, trouwens, zie ik hier in het café. Uh, waarschijnlijk al een paar. Ja, begin april hebben we deze munt uh, ingehandeld. Uh, we gaan omhoog, wat deze prijs betreft. Dus deze chart is uh, bullish op dit ogenblik. Dus die mag nog een ronde mee. Niet zeker dat we nog op gaan traden, maar hij mag nu nog even mee. Dan gaan we naar dit, ook weer zoiets. Deze munt bestaat te kort. Het is aan jou om er wel of niet op te traden. Ik trade in principe niet op munten die pas zo kort bestaan, want je hebt nauwelijks serieuze informatie waar je wat mee kunt. Dat is echt een risico. Dus ik laat hem lopen. Niet vanwege de trend, die is nu echt wel bullish. Uh, trouwens, niet hoor, technisch niet schrikken. Technisch is deze chart bearish. Hè? hoe bedoel je? Moet je kijken wat een prijsstijging. is? Ja, maar je kijkt naar pieken en dalen. En we hebben hier steeds te maken met een lager dal. Keer op keer op keer wordt het dal lager. Nu hebben we wel al een hogere piek, maar we hebben nog geen nieuw dal. Dus pas als de prijs nu weer stijgt, dat weten we dus eigenlijk pas overmorgen. En de prijs dus niet lager is geworden dan dit dal. Dan weet je dat deze chart definitief bullish is. Dus ja, als day trader op zo'n chart kun je natuurlijk niks beginnen. En je krijgt het signaal relatief laat. Maar dit is een bearish chart. En ik kan me voorstellen dat ik denk: van ah, dit prijs, nee. Trend is een trend, is een trend. Dus deze chart laten we ook lopen. We gaan naar OG. Die komt heel bekend voor. We hebben net in gehandeld. Bullish chart, zoals je ziet. Kijk, de dagchart is bullish. We hebben een dip gehad, maar het gaat mooi omhoog. Dit was volgens mij 100% bullish, deze chart. Dus dat verbaast me niks. Die zetten we aan. KMD. Uh, die is op dit ogenblik technisch gezien nog steeds berries. Uh, nee, dat is niet waar. piekdaal Piekdal. Uh, dit is bullish, dus die mag mee. KMD zetten we aan. Ik ga er nu even wat rapper doorheen. Uh, deze is bullish. Dan gaan we naar Cent. Deze is, pff, ja, technisch gezien is hij bullish, maar we zitten in zo'n downtrend. Laat maar gaan hoor. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus waarom zou je het risico lopen? Uh, deze is bullish, uh, dus die mag wel mee. Polkadot. Die is bearish op dit ogenblik. AVAX, die is bullish. Monero, die is bearish. Deze doen we nooit, WBTC. Daar zit nauwelijks bandbreedte op. Die, ja, hij is technisch gezien is hij Bullish. Die chart. Dan we kunnen we wel meenemen. Kijken wat er straks nog uit komt. rollen. Maar je zult er waarschijnlijk niet op gaan traden. De reden laat ik even buiten beschouwing nu. Deze chart komt uit een bearish Trend. En is nu al een aantal dagen lang omgekeerd naar Bullish. Dus deze mag je, mag je meenemen. Neer, die gaat op favoriet. Dan gaan we naar INJ. Die is absoluut Bullish. En hoe? Deze, die YDX, die is hier was die bearish, We hebben erop gehandeld, zoals je ziet. Winstrade. We hebben erop gehandeld. Hij is nu weer bullish. Dus die kun je ook meenemen. Dat is deze. Atom. Ja, dit is categorieetje berries voor mij. Ik scroll even wat naar boven. Uh, dit, dit, zijn van, dit zijn hele vervelende. De chart is technisch gezien bullish. Uh, ja, is bullish. Kunnen we gewoon meepakken. Het is niet zo lekkere dit. Dus die pakken we ook mee. Chillis, die is berries. Die zou ik kunnen zeggen, maar is toch een beetje bullish? Ja, ik zie het. Technisch gezien is hij bullish, maar we komen uit zo'n downtrend. Laat die maar rustig even zijn ding doen, is mijn subjectieve mening op dit ogenblik. Filecoin, die is zeker niet echt overtuigend bullish, hij, dus laat maar lopen. Uh, Ethereum Classic, die is bearish. Deze nog, hoeveel hebben we er al? We zitten op 80, we zijn eigenlijk al te laag. Uh, APT, die is bearish, laat ik ook lopen. Dat hebben we hebben trouwens ook gedaan deze trade, ook in het café, in, op 8 maart, was ook een minstrade, trade zelden zien. Um, we zijn klaar voor nu. We hebben nu de dagcharts gehad. Dat betekent dat we het meeste werk nu achter de rug hebben. Want het gaat vanaf nu veel sneller. Dit zijn alle charts die sowieso nog meedoen. En wat we nu gaan doen is uit deze charts de charts weghalen. Ik ga naar de 4 uur candles. Deze. De charts weghalen die berries zijn. Dus de dagcharts waren bullies. Deze is berries op de 4 uur candles. Zie je dat? Dus die gooien we gewoon weg. Gooien we eruit. Solana. Zelfs verhaal. Die is berries. Gaat er ook uit. Cardano. Ook berries, gaat er ook uit. Veel twijfelgevallen verdwijnen hier automatisch. Dit is een interessante, maar wel berries, gaat er ook uit. OG, die is bullish, die mag, ach, die hebben we net gedaan, die mag blijven. KMD, die is berries, die mag weg. CTRC, die is technisch gezien berries op dit ogenblik. En dit is zo'n typisch geval waarbij ik dan denk: van weet je wat, belaten we laten me nog even in. Blijkbaar was de vorige ook een twijfelgeval. Het is een bearish chart. Technisch gezien is hij nu bearish. De pieken en de dalen worden lager. Maar laat maar even staan. Er zit al een hele mooie bullish trend al. Eigenlijk al sinds begin deze week. Dus laat maar even op. Misschien valt hij zo meteen door de mand. Deze chart is nu uh, is bullish nog steeds. Kijk hogere pieken. Nu al lager dan. Maar de pieken zijn nog steeds hoger. Dus deze mag nog even blijven. Valt misschien ook zo meteen wel uit. Apex uh, die is bearish. Die gaat echt weg. WBTSC. Die, al nu al Ik wou zeggen, die valt nu al door de mand. Deze is bearish geworden. Weg ermee. Zie je dan hoe weinig er nog maar overblijft? Deze chart, hetzelfde het verhaal. Technisch gezien is deze nu berries. De pieken en de dalen worden steeds lager, maar we komen uit een bullish trend. Hij is berries, nee, laat maar gaan. Die gaat er ook uit. Weg daarmee. Dan hebben we nog drie stuks afhandelen. Deze is bullish, die mag blijven. Deze is na de laatste piek nu weer op weg, deze bullish. Is je bullish of berries? Technisch gezien is je bullish, dus die mag blijven. En tot slot deze nog even. Die is inmiddels berries geworden. Een mooie stijging hier zoals je ziet. Maar nu zie je een daling. Ech, een lastige. Weet je wat? Ik laat hem nog even staan en mag nog één ronde meedoen. Dit waren de 4 uur charts. Pak hem nog even de 1 uur charts erbij. Gaan we terug naar OG. De eerste. Die mag blijven. Die is bullish. Deze is berries. Die gaat er nu uit. Dan gaan we naar super. Dus ook berries. Die gaat er nu ook uit. Deze is bullish. Die mag blijven. Deze is, geval ik je twijfel, werd eigenlijk bullish nog steeds. Die mag hoog blijven. Je kijkt naar pieken en dalen. Die moeten allebei laag zijn. Deze is absoluut bearish. Dus deze verdwijnt nu. Zo, nu hebben we op uh, drie uh, intervallen, een daginterval, een vier uur interval en een ureninterval, gekeken naar de trends. En dat betekent dat we nu dus nog maar drie charts over hebben. En dan kun je zeggen, nou dat is niet veel. De scanner toont er veel meer. Klopt. Die kijkt op een iets andere manier. Die pakt echt. Alle intervallen mee, dat zou jij ook kunnen doen. Maar wij hebben nu in ieder geval een zekere lijst van drie munten die op de grote en echt toedoende intervallen, een dag, vier uur en een uur, bullish zijn. En er is niks mis mee om nu, en dat is een truc die ik ken, zat traders die zo traden, die ik zelf ook wel eens gebruik. Om te zeggen, weet je wat, ik schakel nu naar de 1-minuten-chart over. Daar zijn we. Ik pak gewoon de candles erbij. Ik zet alle indicators weer aan die ik aan had, aan had staan. En ik ga nu gewoon steeds deze charts af. Kan ik instappen? Nee, want de munt is niet oversold. Gewoon wachten, dit is de 1-minuten-chart. Uh, kan ik op de 1-minuten-chart hier instappen? Uh, nee, je zie je, de munt is zelfs in slaap gevallen op dit ogenblik. Nauwelijks, nauwelijks handel. Dus hij is bullish. Hij is, laten we zo zeggen, de markttrend op onze berekening is bullish. Misschien verandert dit scenario straks, maar op dit ogenblik niet instappen. Gaan we naar de derde toe. Die is op dit ogenblik, eh, ook hier zitten er een paar slapende kendeltjes bij, maar eh, op zich zou dit een mooie trade zijn geweest als we zouden zijn ingestapt. Nu kunnen we niet instappen, want we zijn niet oversold. De prijs is niet gesloten onder de onderste band. Het mooie is, je kunt nu een beetje gaan freewheelen en zeggen, oké, okay, op de 1 minuten chart vind ik niks. Hoe ziet het eruit op de 3-minuten-chart? Interessant. Kijk eens hier. Deze munt is op de 3-minuten-chart hier zojuist oversold geweest. Je zou kunnen zeggen, als ik was ingestapt, had ik hier al winst kunnen pakken? Hoeveel was dat geweest? Ja, had ik al een procent winst gepakt. Nu kan ik even niks doen. Je wilt wachten op een oversold signaal. Hoe zit het met deze munt op de 3-minuten-chart? Weinig volume, nog steeds, ook op 3 minuten. Dus dat betekent oppassen, niet pakken. Hoe zit het hiermee? Kijk eens aan. Die was hier oversold, op dit punt... En je zou daadwerkelijk 1,4% winst hebben gepakt. Ook op deze trade. Nu kun je even niks doen. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen: Weet je wat? We doen ook de 5-minuten charts even. Terug naar OG: 5-minuten chart. En deze is niet oversold. Dus je kunt op dit ogenblik nog niet instappen. Maar misschien verandert dat zometeen. Deze is ook niet oversold en geen volume. En deze is. Ook niet oversold op het ogenblik. Maar zo kun je deze lijst gewoon blijven afgaan. De rest van al die andere muntparen negeer je gewoon. Elke paar minuten kijk je even op de 1, 3 en 5 minuten intervallen naar deze drie muntparen. Dan heb je zonder scanner toch de mogelijkheid om te traden. En je neemt gewoon rustig de tijd. Denk niet bij jezelf, ik moet zo snel mogelijk een trade in. Nergens voor nodig. Dus dit is een manier om het te doen zonder scanner. Wat ik je absoluut aanraad om gewoon een keer te proberen. En wat de scanner betreft, er komen inmiddels nog wel wat meldingen binnen. De laatste is een berries uh, vet, dat is deze. De markttrend ziet er niet zo heel goed uit. Laten we even kijken hoe het met het volume zit. Ach, dat is mooi. Er is best wel uh, veel bandbreedte op dit ogenblik. De munt is ook flink gedaald. Kijk, hier hebben we hem uh, lopen. Zullen we hem gewoon nog even pakken? Laatste trade van vandaag, misschien, maar we pakken hem gewoon. Uh, je weet het, de laatste trade mislukt altijd. Misschien is dat dan deze. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Uh, een opdracht, ask en bid. En we stappen in met 0,0025 Bitcoin. Voor de zeggen nog een keer ask en bid. Misschien zijn de prijzen iets veranderd. Buy. Ah, we hebben al gekocht. Kijk eens aan. Dat betekent dat ik op dit punt een beetje uitzoomen. Op dit punt, uh, dit klopt natuurlijk niet. We staan echt niet in de winst nu. Dus waarschijnlijk hebben we deze al een keer getrade. Dat betekent dat we de break even line even moeten aanpassen. Dat doe ik nu. Ik, ga, ik klik op een candle even voor. Klik rechts. En zet de break-even lijn naar. Nu staat hij goed. Nu zitten we nog op verlies op deze trade. Kan ook niet anders, we zijn net ingestapt. En ik zie nu alweer hierboven op niet al te veel, maar hierboven een 0,4% ongeveer wat resistance staan. Dus ik doe dezelfde truc als net. Ik zet hier een alert. Gewoon een alert. Op het moment dat de prijs daar komt, dan beslissen we wel even wat we doen. Als de prijs doorheen breekt, dan doen we misschien wat anders. Als je er rustig naartoe loopt, doen we misschien weer wat anders. Rustig afwachten. We zijn ingestapt op dit punt. Dus hier zet ik even een verticale lijn. Daar zet ik even start bij. Oh, start. En we zetten meteen weer. Er wordt bijgekocht. Nog in dezelfde minuut, zo te zien. En dat betekent dat ik nu op 21 uur 20, en dat is waarschijnlijk ook wel het moment dat we met het café sowieso klaar zijn, zet ik ook nog even een lijn. Oh, dit is nou een 5-minuten-chart, denk ik. Ja, we zitten op een 5-minuten-chart. Uh, dat betekent dat hij op de 1-minuten-chart ook wel zal werken. Kijken of dat zo is. Ah, weinig, uh, weinig of uh, veel. Lege candles, wel een flinke, een aardige, niet al te spectaculair, maar aardige marge. De weerstand zit trouwens wel daar, op dit niveau. Dus ik zet hem iets lager, die alert. Ik wil hem wel graag horen. Interessant, het is eigenlijk een 5-minuten chart waar we nu op traden. Let op het huidige volume. Deze alert kan iets naar beneden. Zo, en sterker nog, ik denk dat ik hem zelfs nog wat lager zet. Zo gauw we in de wind zitten, wil ik uit de trade. Kijk, foutje. Ik heb de 5-minuten chart gepakt en niet de 1-minuten chart. Um, laten we rustig afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Misschien kunnen we gaan bijkopen. Dat zou mooi wezen, dan wordt het toch nog interessant. 1,1%. Uh, dat betekent dat we de bijkoopactie zetten als de prijs is gedaald naar 1,2% ongeveer, 1,3. Als de prijs hier komt, kopen we nog een keer bij voor 0, 0, 0, nog een keer 0,0025 Bitcoin. Zo, en nu, oh, dat was een stoplimit order. Gewoon zo. 0,0025 bitcoin heb ik hem al geplaatst. Nee, maar nu wel. Um, Oké, okay. dus gewoon afwachten. Gewoon kijken of we zometeen nog kunnen bijkopen. Of een, een melding krijgen. Of wat ook kan dat deze trade in slaap valt. Omdat het volume zo ontzettend laag is. Dat gaan we meemaken. Nou, dat betekent dat we de scanner nu uit kunnen zetten. Die hebben we echt verder niet meer nodig. Dit was de laatste trade. Voor vandaag sowieso. Stop. En ik loop natuurlijk nu inmiddels nog meer achter met de check. Mmm. Die ik. Marco, ik heb jouw vraag volgens mij beantwoord. Ik sla even een paar dingen over uh, om te voorkomen dat ik al te veel uitloop. Ik ben nu bij de chat van 7 uur 38 bijna een uur te laat. Um, Marijn zegt: Ik begrijp dat een clinic natuurlijk vol kan zijn, maar waarom zouden jullie het aantal scannerlicenties beperken? Omdat wij niet de enige zijn die over de licenties gaan. Uh, dat is de belangrijkste reden. We hebben, wij moeten die scannerlicenties ook inkopen en er is er maar een, een beperkt aantal beschikbaar. Dat is de belangrijkste reden. Um, graag gedaan. Oké, okay. wanneer kun je een Priority Pass aanschaffen, vraagt Maaike. Uiterlijk volgende week maandag. Dat is voor uh, zover sure we het nu kunnen zien. En nogmaals, houd even die nieuwsbrief in de gaten. Jans, zou je iets meer kunnen uitleggen over trailen? Soms doe je dat heel strak, soms ook minder scherp. Er zijn een paar manieren om te trailen. Meestal, als ik zelf aan het trailen ben, maak ik gebruik van, de, eigenlijk van een aparte indicator, die wordt ook wel Average True Range genoemd. En dat is eigenlijk, het woord zegt het al, de gemiddelde ware bereik, als je het zo zou vertalen, ATR, Average True Range. Maar die indicator geeft eigenlijk heel mooi aan wat een min of meer normale prijsbeweging is en wat echt erop duidt dat de trend aan de omkeer is. En die Average True Range indicator, die zit in de Keltner Channels. Om precies te zijn zit hij hier. Ik zal hem even aanzetten en dan zet ik, om niet al te ver lijn op het scherm te zetten, even de bolletje bands uit. Zo, kijk, deze middelste lijn van de Keltner Channels is een EMA, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Je kijkt gewoon naar de laatste 20 sluitprijzen en berekent daar het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van. Dus de laatste candle telt veel zwaarder dan de voorlaatste. Die telt veel zwaarder dan de candle daarvoor. Dus hij loopt redelijk goed mee met de prijsontwikkeling. Anders dan een MA20. Nou, die lijn erboven, dat is deze prijs plus de average true range ervan. Dat is een formule waarbij gewoon wordt gekeken naar het verschil tussen open, close, high en low. Niet zo'n hele ingewikkelde formule, maar een beetje lastig om heel snel uit te leggen. Er is één dingetje waar je rekening mee wilt houden. Eigenlijk staat deze indicator in hypertrader niet... Normaal gesproken heb ik zoiets van: trade gewoon op de indicator zoals ze in de tool zitten. Maar eigenlijk klopt deze niet helemaal als je bijvoorbeeld naar TradingView kijkt. Laten we eens even TradingView erbij pakken terwijl dit gewoon doorloopt. Uh, we gaan even naar TradingView, die heb ik hier nog openstaan. En als ik hier de Keltner Channels er even bij haal, die zitten er vast wel bij. Als ik even Keltner Channels intrek, Keltner Channels, daar hebben we ze. Zo. Zijn hier is die blauw. Als je hier kijkt naar de Keltner Channels, dan zie je hier de volgende informatie staan. Het gaat, met name, het gaat niet zozeer om die lijntjes, het gaat even om dit, wat hier staat. Kijk, hier staat, eerst bij Hypertrader, bij Hypertrader staat KC201. Bij TradingView staat KC202. Oftewel, het verschil is dat er hier niet één keer de average-true-range bij de EMA wordt opgeteld, maar twee keer. En dat is discutabel. Ik bedoel, iedereen kan zijn eigen waarde kiezen. Ik kies zelf meestal één keer de average-true-range. Als jij zegt van ja, dan word ik nog steeds te vaak, te snel uitgestopt als ik aan het trailer ben, zou je dus kunnen overwegen om hier bij HyperTrader die Keltner Channels aan te passen en te zeggen: nee, ik ga twee keer de, uh, de Average True nemen." Je ziet die banden meteen verder uit elkaar springen. Het nadeel is dat wij hebben dit niet getest. Het kan zijn dat je betere resultaten haalt. Wij gebruiken eigenlijk altijd de standaardwaarden die door een trading tool worden gebruikt. En het bijzondere is: dit is TradingView. Dus de trading tool HyperTrader, die we hier gebruiken om te traden, maakt gebruik van de charting library die ook TradingView zelf gebruikt. Dit ding, deze software, zit gewoon hierin gebouwd. Dus ik vind het heel apart. Ik moet het eens een keer vragen aan Amar, dat is de baas van HyperTrader, waarom hij gekozen heeft voor een ATR van 1 en niet gewoon de standaard. Trading View waarde, maar het is zoals het is. Maar dat gezegd hebbende, als je, kunt, als je mee gaat trailen, of het nou naar boven of naar beneden is. Nou, laten we even een situatie nemen die naar boven loopt. Als we er eentje vinden hier, moet ik echt lang terug. Eh, wat ik, als dat hier gebeurt, dan zou je kunnen zeggen: Oké, okay, eh, ik duik hier met mijn stop onder. Ik blijf onder de onderste ATR. Pas als de prijs daar komt. Dan stop ik met het. Dan ga ik uit de trade. En dat zou dus ongeveer hier zijn geweest of uiterlijk daar. Want waarschijnlijk is dat niet meer gewoon een normale swing. Een normale range. Nee, dan gaat waarschijnlijk de prijs naar beneden. En kijk, dat blijkt nog te kloppen. Als je dit afgaat. Gebeurt niet altijd, maar vaak wel. Dus die ATR is eigenlijk een hele mooie manier om mee te trailen. Die kun je ook gebruiken. Alleen de reden dat ik hier wat anders kies. Is dat we te maken hebben op dit ogenblik met trades met... Hele snelle stemmingswisseling. Het gaat heel snel van boven naar beneden. Je moet er in het huidige marktsentiment... super snel bij zijn om je, je winst te pakken. En in heel veel gevallen kom je niet eens boven die Keltner-channels uit. Krijg je niet eens te maken met een toenemend bullish momentum. Dus dan moet je gewoon je slag slaan uh, zo snel als het gaat. Misschien dat het bij deze trade zou kunnen gaan lukken. Dat gaan we straks wel zien als het relevant wordt. Op dit ogenblik is het eigenlijk gewoon een kwestie van wachten of de prijs nog wel tijdens het café. In de buurt komt van de breakevenlijn. of we sowieso winst kunnen gaan pakken op deze trade. Dus ik zet deze nu weer even uit, ik zet de polletje bench weer even aan en ik hoop dat ik je vraag goed uh, heb beantwoord. Marijn, oh nee, dat was niet Marijn, dit was uh, Jannes, sorry. Hahan Heskamp, goedenavond. Het viel mij van mezelf op dat ik heel rustig bleef toen ik zag dat Bitcoin zo was gedaald. Dat komt inderdaad door het luisteren naar crypto tank. dank. Graag gedaan, leuk dat je dat, net als uh, iemand anders, die straks al posten. Zo heb ik ervaren, daar doen we het uh, uiteindelijk voor. En laten we eerlijk zijn, als we echt kijken naar de prijsontwikkeling nu. Uh, dit is ITER, dit is niet de Bitcoinprijs. Maar als we kijken naar de bitcoinprijs versus de dollar, deze chart, dat is de chart waar het eigenlijk om gaat. Het is een fikse prijsdaling. Het is een paar procent. Maar zoveel is het nou ook weer niet. We hebben wel gekkere dingen gezien hoor, de afgelopen maanden. Uh, zo, we hebben al een prijsdaling gezien die nog veel groter was dan deze. Hier ja, nou, is niet echt een, een voorbeeld, we hebben de betere gehad. Maar uiteindelijk is dit onderaan de streep vanaf de laatste piek tot het laatste dal nog ineens, nog ineens 5%. Nou, we hebben al 8 à 9 meegemaakt. Dus naar mijn mening is dit niet iets waar je op dit ogenblik, ogenblik zorgen over zou moeten maken. De trend op de grotere charts is gewoon nog steeds bullish. Dat, uh, en we gaan morgen kijken wat, hoe dit zich verder heeft ontwikkeld natuurlijk. Um, dat heb ik gedaan inmiddels, de trailingvraag. Uh, John Walers die zegt: Hoi, ik ben een nieuwbie. Dag John, welkom. En ik kom uit de beleggingswereld, waarbij ik sinds ruim tijd de crypto-wereld volg. Hoe kan ik lid worden en dit aanleren? Oké, okay. John, ik ga je even leuk dat je die vraag stelde. Ik ga je eerst even uh, een, naar mijn mening, heel belangrijke tip geven. Als je net je hebt dingen ervaring, want je geeft zelf al aan, je komt uit de beleggerswereld, dus je hebt ongetwijfeld al een keer aandelen of uh, commodities of uh, munten gekocht, forex uh, dingen gedaan. Wat je niet wilt doen, hoe geert het ook linkt, is meteen investeren in een cursus. Dus geld uitgeven om je persoonlijk te laten begeleiden, uh, uh, dat soort dingen, dure cursussen aanschaffen en zo. Ik zou je dat gewoon niet aanraden om te doen. Dat is mijn mening. Wij hebben bij Cryptocoins ook cursussen in de aanbieding. We hebben ook clinics, maar we zeggen er eigenlijk altijd bij, die zijn met name bedoeld voor mensen die echt heel veel waarde hechten aan heel veel structuur. Want tijdens een cursus of een clinic kun je gewoon dingen nog wat gestructureerder uitleggen dan je in video's doet of hier in het café. Maar daarnaast hebben we heel erg veel video's online staan die 100% gratis zijn, gewoon op YouTube. Ze zijn ook openbaar. We hebben zelfs een playlist gemaakt die je gewoon af kunt spelen. En ik kan je verzekeren als je die video's in die playlist goed bekijkt. Hier en daar wat aantekeningen maakt. Lid wordt van onze chatgroepen op Telegram en onze Discord server. En daar gewoon je vragen stelt. Af en toe langskomt hij in het café. Af en toe uh, langskomt bij Kevan in het clubhuis en daar je vragen stelt. Leer je meer dan genoeg. Dus je hoeft je niet in te schrijven. Je hoeft niets aan te schaffen. Je kunt gewoon aan de slag met de... Informatie die je vindt op onze. En die staat volgens mij wel in beeld ergens. Ja, helemaal bovenaan de eerste link: cryptocoins.nl/slash start. Eigenlijk is het alles wat je nodig hebt. Ik weet, het klinkt heel gek. Tegenwoordig wordt altijd verwacht dat je steeds wat uh, gaat verkopen. of dat je iets moet gaan kopen. Is absoluut niet nodig bij cryptocoins. Dat komt als het al nodig is, later wel. Voor de zekerheid, er zijn mensen hier. Maurice is een mooi voorbeeld. Uh, Maurice was er gisteren ook bij, bij een hele speciale kliniek. Zeker trader met Bitcoin. Uh, daar komen heel enthousiaste reacties op. geldt voor al onze klinics. Dus die geven wel degelijk meerwaarde. Ze zijn ook niet duur. Maar het is niet nodig om het te doen. Dus weersta die verleiding. Zoals ook uh, voorbij schoolt af en toe. Begin niet meteen met het aanschaffen van dure cursussen of begeleidingsprogramma's of zo. Echt absoluut niet nodig. Ik zou eerlijk zeggen, stop dat geld liever gewoon in je trades. Dan heb je er echt veel meer aan. Zo, dat wilde ik even kwijt. En dat een hele goede vraag van John. Welkom, leuk dat je erbij bent. Um. oh ik zie trouwens dat de vraag al beantwoord is door een aantal moderators. Stefan zegt: "Ik heb wel een vraag, maar ik is meer ik bekeek een tijd geleden Alliance Block Token. Is ge na een extra Alliance Block. Als ik die weg zie die ze bouwen, is dat dan een token op de top of de chain en hoe zie jij Bitcoin daarin?" Oké, okay. Stefan, wat ik nu ga zeggen vind je waarschijnlijk niet zo prettig, maar je praat specifiek over een altcoin. Al sinds cryptocurrencies bestaat en dat is Echt al wel heel lang, 2017 officieel, heb ik me altijd aangewend om nooit advies te geven of zelfs maar mijn mening te geven over een specifieke altcoin. Ik vind dat je dat echt voor jezelf moet bepalen en dat je niet van iemand, een YouTuber of een streamer of wie dan ook, zou moeten aannemen wat goede altcoins zijn. Dus ik heb er een mening over, maar die houd ik eigenlijk altijd voor mezelf. Ik geef je liever adviezen over hoe kun je je eigen mening erover vormen. Hoe kun je een daadwerkelijk fundamentele analyse doen van zo'n project, waarna je vervolgens kunt besluiten om erin te stappen of om er misschien wel uit te stappen als je er al in bent. Ik hoop dat je niet teleurgesteld bent over het antwoord. Het is gewoon niet wat we doen. Je zult nooit een cryptocurrency-video aantreffen waarin staat: koop nu deze munt, die gaat door de maan. Je zult, je zult dus heel soms wel eens een video of een podcastaflevering aantreffen waarin we een bepaalde munten niet serieus nemen. Ik bedoel, wij zijn nog steeds bij cryptocoins geen fan van Shiba Inu, geen fan van Doge. Waarom? Het zijn memecoins. Er zit geen fundamentele basis achter die munten. Als je erin stapt, is het eigenlijk puur speculatie. En dat is naar onze mening niet wat crypto, wat crypto eigenlijk zou moeten zijn. Ik zie het niet als speculatie, maar zie het als waarde waar je in investeert. En dat geldt niet voor die paar munten bijvoorbeeld. Oké, okay, um, dus die laat ik even lopen. John, uh, succes met jouw um, onderneming om uh, meer van crypto te leren. Um, je zou verwachten, zegt Maurice, dat de close van een candle, dus de sluitprijs van een candle, gelijk is aan de open van de candle erna. Maar soms is dat niet zo. Er zit soms best wel een gat tussen. Hoe kan dat? Nou, zo'n gat is een gap, zo wordt dat genoemd. En dat komt omdat het net kan voorkomen dat. Stel je voor een, een, een munt sluit, dus de sluitprijs van een. Munt. Stel je voor je kijkt naar de minuten, Bij minuutet-chart zie je het wat minder vaak, maar stel je voor we pakken even de urencharts, dat praat wat makkelijker. Om drie minuten voor twaalf sluit een munt de laatste prijs op 100. En op één minuut over twaalf wordt er voor het eerst gehandeld op 104. Dan ontstaat er zo'n gap. Dus dat is wat het is. Het is niet anders dan dat er is niet over een candle heen gehandeld of over een tijdstip heen gehandeld. Het is niet zo dat de, de sluitprijs uh, meteen gelijk was aan de volgende openprijs, de volgende, uh, het volgende interval. Dat is een normaal iets dat gebeurt. Ik vind het altijd verrassend om te zien dat hoeveel, hoeveel mensen daar... Uh, uh, waarde of geen waarde heeft, of in ieder geval er verbaasd over zijn. Je ziet hier eigenlijk voortdurend hetzelfde. Kijk deze chart met relatief lage, veel lege candles. Je ziet voortdurend zie je die prijs verspringen. De close hier is lager dan de close daar. En die is weer hoger dan de close daar. En die is weer een stuk lager dan de close daar. En de open hier van deze, ja, dat is een beetje lastig te zien, maar komt ook omdat deze munt niet zoveel volume had. Kijk, de open van deze munt hier, om 20 over, 3 over 8, is een stuk hoger dan de close van de munt hier. En hier ook weer, de open hier is veel lager dan de close. Dit zijn die gaps. En vaak speelt volume wel een rol. Hoe minder handelsvolume, des te grotere kans op gaps. En ik heb het niet over future gaps, waarbij je vaak weekenden hebt die ertussen zitten. Puur op uh, 24-hour charts gaps hier. Uh, Sanne zegt, hallo, nieuw hier bij CryptoCoiners, hartelijk welkom. Ik hoor graag wat jouw gedachten zijn bij het zien van de trend van de. Oké, okay, van een hype memecoin. Oké, okay, het gaat om de trend. Als ik zo'n trend zie... Dan je zegt zelf al, het is een memecoin. Ik ga niet naar de trend kijken. Ik weet niet of ik hem... Ik heb hem volgens mij niet eens gezien. Ik uh, zal toch even naar de trend kijken. Ik spreek mezelf lekker tegen. Ik weet niet of hij al uh, te vinden is. Ja, hier is hij daadwerkelijk. Oh, Bit, uh, BitCat heeft dat ding bijvoorbeeld. Ik wil zeggen, want ik heb hem op Binance nog niet gezien. Uh, dit is de munt. Uh, ik, als ik, puur kijk, ik ga dus niks zeggen over deze munt, uh, een memecoin, prima, speculatief ding natuurlijk. Als ik puur kijk naar de trend op dit ogenblik op deze chart, dit is de urenchart, dan zeg ik wegblijven ervan, want als je wil instappen, want de trend is bearish geworden. Als je kijkt naar de trend van deze munt op de dagchart op dit ogenblik, uh, die ziet er wat anders uit, die is ook bearish, nog steeds. Ja, maar deze trend is toch hartstikke bullish? Nee hoor, kijk, we komen uit een bearish trend, lagere pieken, lagere dalen. En nu opeens, dit is dus het laatste dal. Dit is, de, oh, nou oké, okay. je zou kunnen zeggen hij is nu bullish geworden. Maar eerlijk is eerlijk, dit is een zijwaartse beweging. Dit is niet een munt waar je als belegger in zou willen stappen op dit ogenblik. En als trader wil je super goed uitkijken, want deze munt is niet langer gelist dan iets meer dan een maand. En dat is eigenlijk alles wat ik erover zeg. Want nogmaals, ik geef geen mening over altcoins. Stel je voor, als ik het wel zou doen. Stel je nou eens voor dat ik een waanzinnige hoop van deze munten zou hebben gekocht. En ik zou gaan zeggen: Joh, deze munt moet je absoluut kopen, deze munt gaat naar de maan. Uiteindelijk word jij er misschien een stuk slechter van. En ik profiteer van de enorme winst als ik dat maar hard genoeg roep, hard genoeg roep en er maar genoeg mensen in die munt stappen. Het is precies datgene dat shillen van altcoins, dat naar mijn mening volledig, ja, het is bijna illegaal om het te doen zou je zeggen. Omdat je nu eenmaal als influencer toch invloed hebt op hoe mensen kijken en denken over bepaalde dingen. Ja, Ik wil nooit dat mensen het gevoel hebben van wauw, ik ben daar gestapt of ingetrapt door iemand die me dat heeft verteld. En niet, zeker niet door iemand van CryptoCoins. Dus vandaar dat ik je daar geen advies over kan en wil geven eigenlijk. Hoe is het met de trade? Uh, oh, we zitten alweer op, uh, bijna op break-even, zie je dat? Zo lang heeft dit niet geduurd. Uh, sterker nog, nu zitten we, we zelfs nog iets in prijs. Hoe ontwikkelt de prijs van deze munt zich volgens de chart? Interessant om daar eens naar te kijken. De signaallijn van de MACD loopt nu omhoog. Dat is die rode lijn. Dit is eigenlijk een EMA van de laatste negen punten op deze lijn. Dit is de MACD. En die MACD is eigenlijk een optel, aftreksom van twee andere EMA's. Dat is alles wat het is. Maar deze lijn hier loopt nu omhoog. Deze nog niet, deze lijn hier, die is nu net, kijk nu loop je zelfs wat naar beneden. Dit is niet met elkaar in overeenstemming. En normaal gesproken is het zo als deze lijn omhoog loopt. En deze hier, die gele lijn, die MA20, als die zijwaarts loopt of naar beneden loopt... is dat een, uh, ja, een contradictie, Ze lopen niet, een divergentie wordt dat genoemd. Ze zijn niet met elkaar in overeenstemming. Vaak zal deze dan winnen. Oftewel, deze stijgende lijn zul je dan ook hier gaan terugzien. En naar mijn mening, als dit signaal houdt, is het dus een kwestie van een paar minuten. We zitten op een minutenchart voordat je een prijzen gaat zien boven deze MA20, net als hier... En die MA20-lijn ook weer omhoog duikt. Het is geen zekerheid. Maar op dit ogenblik is de kans op prijsstijgingen van deze munt op de korte termijn iets groter dan de kans op prijsdalingen. En komt er wel een prijsdaling? Uiteindelijk zouden we hier dus eventueel kunnen gaan bijkopen. We wachten het nog even af. Ik kan morgen nog even wat chat doen. Um, even kijken hoor. Dit, ging, dit scrolde opeens weer heel hard. Waar was ik gebleven? Die heb ik al gedaan, volgens mij. 8 uur 15. Nee, dat zou ongeveer hier moeten zijn. Um, even kijken hoor, waar was ik? Hier was ik. Oké, okay, die heb ik gehad, vraag van Sanne. Uh, ik heb nog aardig wat BUSD in reserve. Blijft deze munt nu wel of niet? Ja hoor, die blijft gewoon. Is het handig om in te ruilen voor US, USDT? Dat beslis je uiteindelijk helemaal zelf. Maar je hebt geen haast. Je hebt absoluut geen haast, Die BUSD wordt alleen niet meer geslagen. En ik moet erbij zeggen, wat er op dit ogenblik. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, Lagerveld, je postte die vraag. Um, de SEC, die uiteindelijk begon met het melden dat BUSD een security was, een effect. Hoe kom je erop? Het is gewoon een stablecoin. Uh, de, SEC, de SEC, de Amerikaanse waakhond, is gewoon de weg kwijt. Dat is heel duidelijk. Die voeren een anti-crypto-beleid dat niemand meer snapt, dat nergens op slaat. En ze worden nu ook aan alle kanten aangevallen. Nou, niet aan alle kanten, maar wel aan veel kanten aangevallen. Uh, met name door het huis van afgevaardigden. Daar zijn gisteren een aantal vragen gesteld aan de grote baas van de SEC en die kwam daar niet goed uit. heel simpel, dat bleek aan alle antwoorden die hij gaf een extreem incompetente man te zijn. En de vraag is nog maar of hij zijn positie kan houden. En de vraag is nog maar of de SEC haar positie kan houden wat crypto betreft. Waarschijnlijk niet. Dit ruikt aan alle kanten naar gewoon machtsmisbruik en dat betekent dat het zomaar zou kunnen zijn. Dat de SEC op termijn wordt overruled in haar beslissing om BUSD een effect te verklaren. En dat betekent dat ook andere toezichthouders geen punt meer hebben om op te staan. Als ze tegen Paxos zeggen: je moet stoppen met de BUSD. En ik, ik, niks is onmogelijk in cryptoland. Ik zou er zeker niet raar van opkijken als de BUSD toch nog een keer terugkomt. En het is niet zo dat hij nu weg is of zo. Er worden alleen geen nieuwe BUSD's gemaakt. En de oude BUSD's kun je gewoon nog steeds inwisselen. Minimaal nog een jaar, zo niet langer. En als je zo'n Binance hebt staan, worden ze uiteindelijk automatisch wel voor je omgewisseld. Ze gaan niet verloren. Er staan gewoon echte dollars achter die BUSD. Dus geen haast. En of USDT dan de beste stablecoin is, dat zou je aan andere stablecoin bezitters moeten vragen. Er gaat over USDT natuurlijk wel wat slecht nieuws rond. Ook al jarenlang hoor, dit horen we ook al, sinds 2016 dat um, uh, er niet voor elke USDT daadwerkelijk een echte dollar te vinden is. En veel mensen zeggen dat als er een bankrun zou komen op de USDT... dus iedereen wisselt zijn USDT om voor echte dollars... dat er dan een faillissement zou ontstaan bij de uitgevers van USDT. Dat is een al vaker geroep. Ik zeg niks nieuws. Het zijn dingen die je in de gaten wilt houden. Dingen waar je over wilt nadenken. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Ik diversificeer mijn dollars. Ik heb een gedeelte van mijn dollars in USDT. Een gedeelte houd ik in BUSD. Een gedeelte stop ik in TUSD, de true dollar. Weer een ander gedeelte stop ik in de PAX. De USDP heet dat ding, de, maar de echte officiële versie van de Binance dollar, de BUSD. Wat een termen allemaal. En op die manier diversi diversificeer ik gewoon. Kun je ook doen. Um, dat hebben we behandeld. Dat hebben we ook gedaan. Uh, Gcap zegt... Ik zit te twijfel omdat ik gisteren een bericht kreeg van Binance... om mijn it adres te vernieuwen. Weet jij hier iets van? Ja, klopt. Dat is een legitieme mail. Bovendien staat er nergens in die mail waarschijnlijk een link naar de Binance-website. Log gewoon even in op de Binance-website. En dan zie je dat je vanaf nu andere adressen moet gebruiken... om op Binance je heen te sturen. Heeft alles te maken met de update van het Ethereum-netwerk naar uh, Shanghai. En dit is dus een legitieme mail van Binance... Overigens, als je ooit twijfelt of mailtjes die je krijgt van Binance wel legitiem zijn, dat geldt ook voor mailtjes van Bitfavo, je kunt bij zowel Binance als bij Bitfavo aangeven dat er een soort geheim woord in elke mail moet worden geplaatst. Dat woord kies jij. En dat woord weet natuurlijk alleen Binance en weet alleen Bitfavo. En als dat woord niet in de mail staat, dan wil je zwaar gaan twijfelen. Maar als de mail die je van Binance krijgt dat woord bevat, weet je van oké, okay, dit is uh, legitiem, dit uh, kan ik uh, vertrouwen. Opnieuw geld, bij twijfel gewoon niet klikken op de links en gewoon rechtstreeks naar de Binance site zelf gaan. Vind je daar die informatie niet terug, dan weet je eigenlijk genoeg. Maar dit is een legitieme uh, mail. Ja. Um maar dit was wel de manier die wordt uitgelegd in de video van ik weet niet meer. Is er een andere manier tussengekomen? Ah, dit gaat waarschijnlijk over trailing. Marco, ja, er is niet een andere manier bijgekomen. Er zijn tig manieren om bepaalde dingen te doen. En Marco, als jij succes boekt en tevreden bent over een bepaalde manier van trailen, blijf dat gewoon doen. Maar wat je niet wilt, nooit wilt doen, is je vastbijten in één systeem, omdat dat werkt. Als het op een gegeven moment niet meer werkt en het komt door dingen buiten je controle, veranderende marktsituaties, veranderende volatiliteit, zoals bij ons nu op dit ogenblik, dan is het maar goed dat je alternatieven hebt. Dus blijf altijd creatief, ook als trader. Uh, toen die 28 september bijeenkomst in het café was, in het Crypto Café, dat is inmiddels ook alweer ruim een half jaar geleden, toen hadden wij nog geen problemen met te weinig volume. Toen was alles nog prima. Sinds die tijd is FTX omgevallen, er zijn een paar banken onderuit gegaan. We hebben een Celsius-drama gehad. Ik kan wel een paar problemen opnoemen. Allemaal dingen die ervoor hebben gezorgd dat het vertrouwen in crypto en Bitcoin een behoorlijke deuk heeft gekregen. Als je niet bereid bent als trader om daarop in te spelen en te zeggen: nou, ik hou star aan een strategie die ik toen de tijd heb geleerd, krijg je waarschijnlijk problemen. Dus jij ja, wilt altijd flexibel zijn en je wilt altijd dingen blijven proberen. Ehm. Um dit hebben we gedaan. Ik scroll nu even naar beneden. Ik ben nu bij 8 uur 11. Dus ik loop me maar 40 minuten achter. Um, een paar laat ik er gaan. Ik, laat, ik kijk even een aantal dingen. Sla ik even over, die zijn al door moderators behandeld. Gaat hard zo. Um, Oké, okay. uh, Lars die zegt. Uh, zou je swing high en swing lows nog eens kunnen uitleggen hoe je die kunt vinden? Leuke vraag, Lars. Uh, heel eenvoudig. Dat is niet heel spannend. Ik zet even een timer voor mezelf, dat ik niet vergeet om even naar die chart te kijken zo meteen. Uh, ik ga even naar een gewone chart toe, niet naar deze. Laten we even de Bitcoin versus de dollar chart pakken. Je komt swing highs en swing lows natuurlijk op elke chart tegen. Zo. Swing high, swing lows, gewoon een term. Uh, die kun je ook vertalen in uh, pieken en dalen. Uh, je kunt, peaks en troughs worden ook vaak gebruikt. Een swing high is een plek op de chart, is een candlestick, en dit is de dagchart, waarbij de high, dus het lontje aan de bovenkant, hoger is dan de high ervoor en de high erna. Nou, als je dan nou bijvoorbeeld naar deze chart kijkt, we pakken bijvoorbeeld dit dingetje, deze candlestick van 24 maart, vrijdag de 24ste, dan zie je dat deze high hoger is dan de high ervoor en de high erna. En dat geldt ook voor deze Kijk, deze niet. Deze high is lager, dus die telt niet. Maar deze high, hier zo, van 26 maart, is hoger dan de high ervoor en zelfs hoger dan de high erna. Dus ook dit is een swing high. Dit niet. Dit ook niet. Deze wel. Kijk, deze high, de candle van 30 maart, is hoger dan de high van de candle ervoor en de candle erna. Nog een swing high. Zo, dat zijn er al drie. We gaan nog even door. Deze niet, maar deze weer wel. Dus nog een swing high. Je ziet, ze wisselen elkaar voortdurend af. En deze niet, deze niet, deze niet. Deze weer wel. Ook weer een swing high aan die kant. Uh, dan een tijdje lang niet. Hier zit er een. Deze high is hoger dan die. En hoger dan die. Dus dit is ook weer een swing high. En ik zie de volgende ook al. Dat is deze. En dat is tegelijkertijd ook de laatste. Dat zijn de swing highs. Okay? Nou gaan we eens kijken naar de swing lows. Waar komen we die tegen vanaf hier? De eerste swing low is niet deze. Want deze low is hoger. Een swing low is dus een low die, die hoger is. Sorry, die lager is dan de low ervoor en de low erna. Nou, kijken we naar deze low. Deze is hoger dan de low ervoor, dus die slaan we over. Deze low is ook hoger, maar deze niet. Kijk, deze low is lager dan de low ervoor en de low erna. Dus dit is een geldige swing low die daar zit. We gaan door. Hier heb je er weer een op deze plek. Deze low is lager dan de low ervoor en erna. Hier zit er ook weer een. Nog eentje. En we gaan nog even door. Hier zit er ook eentje. Ik zal even de zaak iets uitvergroten. Dan kun je misschien nog iets beter zien. Uh, even mijn scherm een beetje verplaatsen. Zo. Hier zit er ook weer een. Dit is er ook eentje op deze plek. Die is lager dan de lower voor en de lower na. Uh, deze ook trouwens, die hier zit. En je, misschien vraag je je af: van, waarom doet hij dit zo langzaam? Omdat ik het demonstreer. Misschien vraag je je af: waarom doet hij het zo snel? Dit is een kwestie van ervaring. Dit leer je echt vanzelf. Gewoon een aantal keer doen op een gegeven moment springen ze er gewoon uit. En daarna is er verder geen swing low meer geweest. Kijk maar, elke low die je vervolgens tegenkomt is of hoger dan de vorige of hoger dan de volgende. Dus die telt niet mee. Deze bijvoorbeeld hier is, deze low is lager dan de vorige, maar hoger dan de volgende. Dus geen swing lows meer geweest. Nou, nu je dat eenmaal weet, krijg je de timer melding. Dat betekent dat ik even moet kijken op de chart hoe dat verder op dit ogenblik loopt prijs is min of meer stabiel al een tijdje lang. Kijk, deze uh, signaallijn loopt nog steeds omhoog zoals je ziet. De MA20-lijn loopt nog steeds horizontaal. Nog steeds een kwestie van tijd voordat die omhoog zou moeten gaan en de prijs dus structureel boven komt. Maar we wachten gewoon weer drie minuutjes af. Uh, terug hier naartoe. Als je kijkt naar pieken en dalen, dan wil je dus steeds na een swing high een swing low zien. En na een swing low een swing high. En dan kijken we, beginnen we hier. Dit is een piek, heel duidelijk. En hiervoor zit toevallig ook nog een loop, Dus daar zit een dal. Dus van dal gaan we naar piek. Nu gaan we naar een dal. Oh, sorry, verkeerde knop. Ik wil even mijn, nou, weer verkeerde knop. Ik wil even mijn pen uitzetten. Zo, dit is een piek. Nu gaan we naar een dal. Maar de eerstvolgende die we tegenkomen is ook weer een dal. Er zit tussen dit dal en dit dal geen swing high, geen piek. Dat betekent dat we deze kunnen overslaan. Dit is geen swing uh, high die we nodig hebben. Wacht even, ik het dan nou goed. Ja, dit is een swing high. We zijn op zoek naar een swing low. Dus deze kan weg. Deze hebben we niet meer nodig. We gaan door naar de volgende. De eerstvolgende, we hebben nu een low. Dat betekent dat we nu op zoek gaan naar een swing high. Want na een dal komt een piek. Inderdaad hebben we hier een piek te pakken. Dus dit is een geldige. Daarna komt er weer een dal. Prima. Daarna komt er weer een piek. Prima. Daarna komt er weer een dal. Ook prima. Daarna komt er weer een piek. Ook prima. Nu komt er weer een dal. Dan komt er weer een dal, dat betekent dat de tweede dal niet geldig is. Die kun je weghalen. Want we moeten nu een piek hebben. Die hebben we hier. Daarna komt er alweer een piek. Geen dal, dat betekent dat deze piek ook niet geldig is. En nu heb je de trend eigenlijk volledig in beeld. We hebben hier te maken, en deze prijs, het is lastig te zien, maar dit dal is net wat lager dan dat. We komen uit een opwaartse trend, dus hogere pieken, hogere dalen. En je ziet dat die trend hier stopt. Hier klimt de prijs als het ware was. Dit noemen we ook wel een contractie. Kijk. De pieken komen dichter bij elkaar en de dalen ook. Als dit gebeurt, is dat bijna altijd het teken dat er een uitbraak zit aan te komen. En hier komt het natuurlijk ook weer uit, gelukkig maar. Als die prijzen bij, dichter bij elkaar komen, de pieken worden steeds hoger, eh, lager en de dalen worden steeds hoger, zoals je hier ziet gebeuren, ontstaat er een driehoek. Een, we noemen dat een symmetrische driehoek. En aan het eind van zo'n driehoek zit er nauwelijks meer verschil tussen de dalen en de pieken, tussen de swing lows en de swing highs. De volatiliteit en bewegelijkheid van de prijs is bijna weg. Dan komt er altijd een uitbraak. En die uitbraak gaat bijna altijd in de richting van de trend. Nou, de trend was bullish voordat dit hele gedonder begon. Voordat de zaak in elkaar begon te krimpen. Voordat het uh, allemaal comprimeerde. En dat betekent dat je eigenlijk kon voorspellen, ongeveer hier op dit punt, waar het echt allemaal weer een cirkel, maar waar het echt allemaal heel krap werd. Dat er een uitbraak naar boven zou komen. En als je naar de podcast vorige week hebt geluisterd, dan weet je dat we die uitbraak hebben voorspeld. Hier was hij. En waar was het op gebaseerd? Onder andere op dit fenomeen: teruglopende volatiliteit. De prijs beweegt niet meer veel. Uh, dus een contractie in een vlak daarvoor. Even de timer uh, resetten. Vlak daarvoor opgetreden de bullish trend. Vandaar dat we dus die uitbraak van 31.000 hadden of 30.000 plus. Dit kon niet anders dan dat het ging gebeuren. Dat zou echt heel raar zijn geweest. Ik zei het volgens mij donderdag vorige week. Het zou heel raar zijn geweest als de prijs daadwerkelijk naar beneden was gegaan. Dat is niet logisch. En nu zie je ook waarom. Oké, okay, tot zover dit. Hoe staat de zaken hiervoor? Een lichte daling. De MA20 lijn begint licht te stijgen, maar nog niet genoeg. We geven hem nog even een paar minuten. Uh, het is bijna negen uur. Bij de volgende um, candles, de volgende timer, over twee à drie minuten, dan kijken we even of we doorgaan met deze trade, of dat we gewoon afscheid nemen met een het gaat u nergens over. Dit een minimaal verlies. Een bijna een eigen geldje. 0,1% netto. Dat is echt gewoon helemaal niks. Maar misschien dat we nog een snelle stijging krijgen. En dan uh, profiteren we daarvan. Anders is het gewoon einde trade. Dan kan ik morgen even naar de chat. Um... Oké, okay, dankjewel voor de mensen die blij zijn met de reactie. Ja, hoor, zegt iemand: Polkadot staat op. Uh, sorry, mijn scherm Dat is een, een nadeel van uh, de YouTube-chat. Mijn scherm scrolt dan opeens als een rek. Ontzettend bedankt voor, aan alle mensen die zoveel vragen stellen. Echt super. En ik hoop alleen dat ik ze allemaal kan beantwoorden. Dit kan ik laten lopen. Die had ik al gehad. Uh, die heb ik ook gedaan. Die heb ik ook gedaan. De opmerking van Lars over swing lows heb ik gedaan. De smalle candles is al opgepakt door iemand anders. Ja hoor, Polkadot Europe staat op Binance. Oké. Okay. Uh, goedenavond. Hoe lang moet een munt al op een Exchange aanwezig zijn om een betrouwbare analyse van te kunnen maken. Eén maand is veel te kort. De scanner houdt aan goede vraag. Ik geloof maand of twee of zo. Dat is echt wel het absolute minimum. Zoiets. Dat is niet hoe wij daarnaar kijken. Er zijn mensen die tweede absoluut gewoon ook op kortere intervallen hoor. Die zeggen nou, die munt staat twee weken. Vaak zitten er hele mooie pumps in het begin van zo'n listing, waar je goed op van kunt profiteren natuurlijk. Um, Oké, okay. meer zie ik gelukkig even niet in de chat. Oh, coin changer. Dus komt er ooit weer een SPH-periode? Uh, nou ja, voorlopig niet. En de reden is heel eenvoudig. SPH, een, als je niet weet wat SPH is, negeer dit stukje even. SPH is een trading-methodiek die erop is gebaseerd dat mensen vertrouwen hebben in een specifieke altcoin. En op dit ogenblik is er geen vertrouwen in, whatever. Er is geen vertrouwen in de dollar, er is geen vertrouwen in de euro, er is geen vertrouwen in crypto, er is geen vertrouwen in aandelen, er is nergens vertrouwen in. De financiële markten zijn zo instabiel op dit ogenblik dat niemand meer wat vertrouwt. Je ziet dat vandaag. Er komt wat nieuws naar buiten wat echt, nerg wat echt nergens over gaat. En de koers van Bitcoin keldert. Niet zo heel veel, maar keldert. En heel veel altcoins gaan mee, worden meteen meegesleept. Je hebt misschien al gehoord, zoals we vanochtend in de podcast ook al zeiden, dat bleek inderdaad zo te zijn. Heel veel oorzaken van die dalende prijzen waren long squeezes. Dus mensen die hadden geld geleend en dat moest worden terugbetaald. Dus meteen werd zo'n account min of meer geliquideerd. Voor de marktprijs werd Bitcoin verkocht. Dat leverde nog eens een extra boost op. Een klein deel, gedeelte van de prijsstaling, is legitiem. De rest is gewoon margin calls. Maar ja, dat laat ook weer zien: er is gewoon geen vertrouwen in Bitcoin. Anders zou dit niet gebeuren. Nou, als er in Bitcoin al geen vertrouwen is, omdat er nergens vertrouwen in is. Dan is er ook geen vertrouwen in altcoins, geen structureel vertrouwen. En als er geen structureel vertrouwen is, dan weet je dat SPH geen kans heeft. Want als de prijs van een munt, een altcoin waar SPH op is gebouwd, flink daalt, is de kans dat het door de supportlijn heen duikt, door de, het dal dat we eerder hebben gezien, hè, de, de punt van de SPH, dit ding, de, oh, sorry, dit ding. Kijk, dit is een SPH, zou een SPH-trade zijn. De kans dat het hier bounce de volgende keer is klein. Want er is gewoon geen vertrouwen. Dus het gaat echt wel even duren voordat we weer SPH gaan terugzien. Weet je wat we gaan doen? We zetten een OCO'tje voor deze trade. Normaal zou ik hem nu afsluiten. Gewoon met een, een minimale, minimaal verlies van 0,32. Maar we kunnen ook zeggen: weet je wat, we maken een OCO'tje van. Die basis lijkt vrij sterk te zijn op dit ogenblik. Dus ik zet een OCO, daar gaat hij. Aan de bovenkant. OCO cel. En we gaan even kijken naar waar de volgende weerstand zit. Die zit hierboven. Hier zit wat, dit wordt een minimale tweet dit Hier zit wat weerstand aan de bovenkant. Waar zit de support die tot nu toe houdt? Die zit daar. Als de prijs daar nog heen breekt, ik pak even een ATR'tje erbij. Dan verkopen we de zaak. We verkopen alles wat we hebben. Dan gaan we 1, 2, 3. Klaar is case. Deze bij bijkooporder kan weg. Die hebben we niet meer nodig. Deze lijnen laat ik nog even staan. Gewoon voor de fun om te kijken wanneer we worden uitgestopt. Maar langzaam maar zeker gaan we een einde breien aan deze bijeenkomst in het CryptoCoins Café. We zijn bijna op de minuut af uh, anderhalf uur bezig geweest. Uh, bedankt voor um, alle vragen. Oh, er komt nog een leuke opmerking van Hennie volgens mij. En dan ga ik zo nog even de moderator chat pakken om te kijken of ik iets ben vergeten. Hennie zegt, ik merk bij mezelf dat het traden veel slechter gaat als de markt meer bullish wordt. Hoe raar het ook klinkt. Niet de CryptoCoins methode. Ik word steeds niet gevuld of snel uitgestopt. Komt dat meer voor? Hennie, ik weet niet welke methode je gebruikt. Dus ik kan heel moeilijk antwoorden geven op die vraag. Het lijkt erop dat je, um, als je te snel wordt uitgestopt, wil je absoluut een andere trailing methode gebruiken. Kijk dan eens naar ATR maal 2, wat ik je net liet zien. Uh, je zou ook kunnen beslissen om niet te gaan trailen. Als het een uitstop is vanwege een stoploss, dan wil je zeker naar ATR gaan kijken. Um, en um, het kan te maken met te weinig volume. Dat heeft, is ook nog weer zoiets. Het is heel bizar. Weinig volume levert weinig volatiliteit op, en soms levert weinig volume juist extreem veel volatiliteit op. En andersom. Dit klinkt heel, heel, dubbel, maar ik kan je nog even snel een voorbeeld laten zien, terwijl we deze trade gewoon even lekker laten doorlopen. Als je kijkt naar uh, de hotlist die we hier hebben, dit is dus niet de hotlist, dit zijn de muntparen waar je in zou kunnen stappen nu. Als je de hotlist bekijkt en die sorteer je oplopend, aflopend, dan zie je dat Ether versus de Bitcoin verreweg het meeste volume heeft. Dan zou je zeggen, nou dat is hartstikke mooi, dan ga ik vanaf nu gewoon op Ether versus de Bitcoin traden. Ik pak de minutenchart en kijk eens even, hoppa, makkelijke trade, snel verdiend. Komt een melding, instappen, de breedte van het bolletje bent, die is dus te smal. Kijk wat er gebeurt, deze banden hebben maar een breedte van 0,1%. Oftewel, zelfs als je deze trade pakt en zelfs als je meetradet, je verdient helemaal niks. Want je betaalt, zelfs als je de crypto coin op Binance hebt... Altijd nog meer dan 0,1% aan commissie. En dat betekent verloren trade. Ondanks het feit dat ik de trade heb gewonnen. Dat is het grote nadeel van te veel volatiliteit. Dus er is een soort sweet spot. Bij weinig volatiliteit, als het opeens wat meer wordt, kan er zo opeens maar. Sorry, bij weinig volume, ik zeg het verkeerd. Als er opeens zomaar wat volume bijkomt, kan er opeens een hele hoop volatiliteit optreden. Ja, dan word je snel uitgestopt. Dus je wilt dan waarschijnlijk. Wat langer kijken of de munt wel genoeg volume heeft. Maar ja, omdat je zegt, ik geef het zelf al aan, omdat je een um, uh, relatief uh, uh, ja, of een methode gebruikt die ik niet ken, waar ik niet weet welke dat is, kan ik je heel moeilijk advies geven over dit soort dingen. Dat was dat. Um, welke munt ik moet nagaan? Welke munt we inzaten ben ik dus gewoon echt op dit moment alweer vergeten. Uh, we kijken naar vet. Het laat zien hoe ontzettend onbelangrijk ik dergelijke altcoins vind op het moment dat ik in aan het handelen ben, dan ben ik daar totaal niet mee bezig welke coin het is. Ik zet gewoon mijn trade. Ik doe dat op exact dezelfde manier, telkens weer. En wacht gewoon af. Er ontstaat trouwens contractie nu. Kun je die lijn nog herinneren? Die um, swing highs die steeds lager werden en de swing lows die steeds hoger werden, dat gebeurt nu ook. En dit is geen goed nieuws. Als je puur kijkt naar de chart nu, uh, dit is een mooie afsluit. Als je puur kijkt naar de chart nu, dan zie je op de minutenchart op dit ogenblik, als ik de lijn er even bijteken, dat de swing highs aan de bovenkant steeds lager worden. Uh, die lopen af, kijk, die zijn de swing highs. En de swing lows aan de onderkant worden steeds hoger. Dus de prijs komt bij elkaar. Zie je dat? Oké. Okay. Nou, zitten we in een bullish trend of zitten we in een bearish trend? Het antwoord is bearish. Kijk, de prijs gaat naar beneden. Dat betekent dat er een uitbraak zal komen. De prijs blijft nooit te lang op dit niveau. Dit is een soort snelkooppan. Die prijs ontploft een keer. Dat zal. Ik ben niet goed in het voorspellen wanneer het is, kan natuurlijk niemand echt goed, maar het zal ongeveer hier zijn waarschijnlijk, in deze zone, dus in de komende paar minuten. En de kans op een uitbraak naar beneden, omdat we in een bearish trend zitten, is groter dan op een uitbraak naar boven. Dus de kans dat deze stop wordt gehit, is groter dan de kans dat deze uh, limit order wordt gehit. Dus ik zet meteen even mijn stoporder wat hoger, vlak onder die wick, dus vlak onder de supportruimte, als de uitbraak komt, komt die naar beneden. Dan worden we uitgestopt. Dan staan we op een, nogmaals, minimaal verlies. Leuk om deze even in de gaten te houden. Um, dat was hem. Wano, graag gedaan. Leuk dat je erbij uh, was vandaag. En bedankt ook jij voor alle vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen. Um, Oké. Okay. We hebben hem gehad. We zijn klaar voor vandaag. Ik zie verder geen. Oh, nog even. Had ik beloofd. Even door de moderator chat heen. We hebben een intern uh, chatkanaal. Uh, en daar uh, posten de moderators ook vragen die ik misschien niet heb gezien. Dus ik loop er even snel doorheen. Uh, die hebben we ook gehad. Die heb ik ook gedaan. 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 Uh, die heb ik ook gedaan. heb ik ook gedaan. Ik heb nog. Die heb ik ook gedaan. Ik vraag vaak. De... Ah, die heb ik niet gedaan. Lars. Ik vraag vaak de trends van één muntpaar op van een melding. Ik kijk of ik zelf de trends kan bepalen. Dat verschilt soms met de scanner. Wanneer is een candle een swing high of een swing low, is er een definitie. Die heb ik laten zien. Dan Marco Ode. Um, als je een kleine hoeveelheid bitcoin hebt, werkt dit tegen in de markt? Nee, en ik snap die vraag niet helemaal. Het antwoord is in principe nee. Uh, SPA heb ik ook gedaan. Ah, G. Visser, de laatste vraag van 3 over 9. Ik zit al heel lang op Binance. Kan ik ook nog profiteren van de korting op de FEE, Op de fee? Ah, korting op de fee. Ik dacht FAA, munt. Uh, het antwoord is nee. Als je al een Binance account hebt en je hebt geen gebruik gemaakt van de crypto coins link toen ter tijd, dan kom je daar helaas niet voor in aanmerking. Het is helaas zoals het is. Um, Oké, okay mensen. We hebben al gehad deze munt. Euh, nou ja, we kunnen erop zitten wachten. Dat kun je ook zelf doen. Het mooie nieuws is, die chart blijft gewoon beschikbaar. Uh, dus als je dit in de gaten wilt blijven houden, doe dat gewoon. Uh, ik hoop dat je veel hebt plezier hebt gehad en veel hebt geleerd van deze bijeenkomst in het cryptocornis Café. Nog even een paar korte dienstmededelingen. Morgenavond is er geen Crypto clubhuisbijeenkomst Clubhuisbijeenkomst, want Kevan is er even tussenuit. Dan is er morgen wel weer een nieuwe aflevering van de Cryptocornis Podcast. Niet zo'n hele lange waarschijnlijk, maar hij is er wel. Kijken we nog even naar de charts. Zaterdag is er geen clinic. Ik dacht van wel, maar is gewoon, is er is geen clinic zaterdag. En volgende week vrijdag, de 28e, dan doen we de CryptoCoiners voorjaarsactie. Wil je zeker weten, of zo goed als zeker weten, dat je erbij bent bij een bepaalde aanbieding. We gaan, oh ik ben het weer vergeten, zes of zeven clinics aanbieden. Uh, waarschijnlijk komt er ook een CryptoCoiners scanner aanbod. Er komt ook nog iets nieuws. Daar vertel ik nog even helemaal niks over volgende week. Maar ook dat zie je terugkomen tijdens de voorjaarsaanbieding. Wil je zeker weten dat je niks mist? Vraag dan even zo'n Priority Pass aan. Dat kan vanaf aanstaande maandag. De link is er nog niet. Maar die krijg je als je je abonneert op de CryptoCorners nieuwsbrief. Dan krijg je die link automatisch toegemaild. Kun je meteen een Priority Pass aanvragen. En dan sta je vooraan in de rij op vrijdag de 28e. Wij doen niet aan acties. Als je, ons, als je wat langer bij ons bent, dan weet je dat we daar heel serieus in zijn. Uh, wij doen niet aan acties van: oké, okay, we stoppen om vijf uur en we gaan toch nog even door wegens succes. Naar nou, mijn ervaring. Is een actie die wegen succes wordt verlengd eerder een mislukking geweest? Dus wij stoppen echt, als we zeggen we het loopt tot vijf uur vanmiddag, dan stopt het ook echt om vijf uur vanmiddag. We gaan niet op zaterdag of zondag of maandag zo'n actie nog een keer herhalen. Dat doen we gewoon niet. Dus helaas, ook als je niet kunt die vrijdag, en het is niet anders. Probeer dan toch even wat tijd te vinden om desnoods op je mobieltje of zo precies die clinic of die scannerlicentie te bestellen waar je al een tijd op zit te wachten. Ik kan je wel beloven dat de kortingen die we geven hoog zijn. Dus het gaat wel ergens over. Oké okay mensen, dat was hem. Leuk dat je erbij was. Ik spreek je binnenkort weer. Geen afterparty helaas vandaag. Dat doen we waarschijnlijk volgende week wel weer. Maar vanavond even niet. Dus leuk dat je erbij was. Je kunt altijd even naar mijn Discord server en gewoon nog even gezellig nakletsen natuurlijk met andere deelnemers hier. Maar er is geen afterparty. Ik spreek je morgen weer bij een nieuwe aflevering van de podcast. En anders volgende week woensdag, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik weet niet of er dan een café is. Of hebben we dan iets anders? Het kan zijn dat we volgende week iets anders hebben. Enfin, houd gewoon de aankondiging in de gaten. En dan zie je vanzelf of we volgende week woensdag een Crypto Corners Café doen. Dat was hem. Heb je training allemaal? Tot ziens. Dag.